Welkom bij de Kleurstad livestream. Ja, dit is de livestream van de Kleurstad server. En ja, dit is zo vet. Dit is zo ontzettend vet. Kijk eens aan. Ik zie dat ik live ben. En er kijken al gewoon 500 mensen naar deze stream. Maar ik ga even kijken of die goed werkt. Stream van... Ja, hij werkt goed. Ik hoor mezelf. Let's go! 318 mensen. Hier rechts zie je het. 318 mensen zijn op dit moment op de Kleurstad server. Wat ons gelijk de grootste server van Nederland maakt. Wat echt ontzettend vet is. Dat is toch echt niet normaal cool. Ik ben hier in mijn eigen huisje, zoals jullie kunnen zien. In het huisje van mij. Ja, ik zit hier gewoon letterlijk in Kleurstad. En er zijn hier al wat spelers. Zoals de Fenna van Essen is hier bijvoorbeeld. JM Brouwer. Resigned. Kijk, er zijn hier al best wel wat mensen in mijn huis. En het is zo ontzettend druk, dames en heren. Het is niet normaal. Trouwens, als je abonneert op mijn kanaal, kom je in beeld. En als je de Kleurstad server wilt joinen, dan moet je naar play.kleurstad.nl gaan. Speel je op Pocket Edition, op telefoon, is dat, op ja, Bedrock, op zeg maar alle andere versies van Minecraft naast computer. Dan moet je de port invullen en dat is 19132. Denk je nou, Mick, ik ben het allemaal weer vergeten wat je net zei. Check gewoon even de beschrijving van deze livestream en dan kan je het allemaal zien. Het is zo ontzettend druk dat de server wel moeite ermee heeft volgens mij een beetje. Want ik zag een beetje lag. Maar ja, ik had, we hadden niet verwacht dat er zoveel mensen kwamen. Zeg maar, wij dachten aan 200 of zo. Nou, we zitten nu op 333 en we zijn pas 80 seconden live. Dus ik weet niet hoeveel spelers er straks zijn. Maar dit is wel ontzettend veel. Ik zal trouwens mijn... Zo, een beetje zo zitten. Nee, dan zit ik ook niet in het midden. Zo, nee, dan zit ik ook niet in het midden. Even kijken. Zo. Ja, daar zit ik wel in het midden. Ja, kijk staan. Super nice. Kijk dan, al die kijkertjes hier ook. Oi, 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 oi. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga eens even naar de lobby toe. Even kijken, dan doen we server lobby. Want als je dus joint op Kleurstad, dan kom je dus hier, zeg maar. En ja, ik ben natuurlijk de eigenaar van deze server, dus ik kan hier even lekker vliegen. Maar kijk hoeveel mensen hier al zitten. 346 spelers zitten we nu al op. Dit is echt niet normaal. Doe ik trouwens even allemaal dat duimpje omhoog op deze stream. We zitten nu op 290 likes, echt super veel al. Maar doe even allemaal dat duimpje omhoog, dat zou ik echt heel cool vinden. En als je trouwens niet kan chatten, dan ben je nog niet geabonneerd. Dus als je wilt chatten in mijn... Ja, in mijn YouTube stream, dan moet je gewoon even abonneren. Mick, ik ben een groot fan. Oké, Ryan, dat is mooi om te horen. Dennis 4, ik wil meedoen. Dat kan. play.kleurstad.nl, even joinen. En ja, voor PE-spelers de port 19132 gebruiken, natuurlijk. Even kijken. Want je hebt dus survival, dat is onze survival. Alleen, zoals je kan zien, als ik hier nu in zou willen gaan. Je staat op positie 153... En er zit al het maximaal aantal mensen in. Dus wat houdt dat in? Er is nu een wachtrij van 153 man. Als er meer mensen in de survival server nu komen, dan zou heel de server crashen. Ja, dus als je in de survival server wilt komen, moet je wel even geduld hebben in de wachtrij. Maar wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld OneBlock, want die is niet zo druk. Dus laat ik even naar OneBlock toe gaan. Zo. Oh ja. Oh, ja, ik span op mijn OneBlock. Kijk eens aan. Ik ben nu in de lobby van OneBlock. Ja, kijk eens aan. Het is hier een stukje rustiger nog. Dus als je op de Survivor komt, kan je ook OneBlock doen. Je kan ook Skyblock doen. Ja, je kan van alles doen. Je kan namelijk OneBlock, Skyblock en Survivor doen. Dus je kan die alle drie doen. En het leuke is dat je hier ook kleurcoins kan verdienen. Ik heb echt ontzettend veel kleurcoins trouwens. Let daar niet op. Normaal heb je niet zoveel kleurcoins. Maar ja, ik ben meneer Kleurstad. Tuurlijk heb ik veel kleurcoins. Maar ja, je kan hier dus ook kleurcoins verdienen. En met die kleurcoins kan je natuurlijk dingen kopen. En op die manier kan je bijvoorbeeld hier kleurcoins verdienen. Dus je kan hier superveel kleurcoins verdienen. Kijk, als je bijvoorbeeld hier naar de speelpas gaat. Dan kan je hier naar speelpas opdrachten. En dan zie je deze opdrachten. Dus krijg twee milk buckets. Krijg twee emeralds van een villager. En zoals je ziet, opdrachtbeloning is dan 5 kleurcoins. Dus op die manier kan je ja, heel veel kleurcoins verdienen. En kleurcoins kan je dan ook uitgeven in de survival wereld.
Dus ja, je kan op OneBlock spelen en dan kan je het uiteindelijk uitgeven op de survival wereld. Dus dit is al een soort van manier om beter te worden. En als je in de OneBlock zit, dan kan je alsnog in de wachtrij staan voor survival. Dus je kan wachten en ondertussen OneBlock doen. En als je dan zeg maar, zoals je ziet, hier staat je staat in de wachtrij voor survival. Nou, als ik dan die 127 mensen nu zeg maar weggaan, dan kom ik naar de survival. En dat gebeurt dan gewoon terwijl ik OneBlock aan het spelen ben. Snap je? Super cool. Even kijken. Ik kom er niet in, Mick. Het is heel makkelijk eigenlijk. Je gaat naar play.kleurstad.nl als je server in wilt tikken. En de port voor PE-spelers, oftewel mensen die niet op de computer spelen. Tenzij ze Bedrock op de computer spelen. Dus als je een port moet invullen, dan is dat in ieder geval 19132. En als je denkt van, ik kom er niet uit, dan moet je even gewoon op YouTube intikken. Hoe speel ik op een server in Minecraft? Als je dat op YouTube intikt, krijg je vast wel een tutorial van iemand. Ik kan er niet in OneBlock. Oh, dan is waarschijnlijk nu de OneBlock ook super druk. Ja, dat denk ik wel, ja. Er zitten nu 50 man in OneBlock. Nou, er kunnen 200 man in OneBlock. Dus er is nog best wel plek. Skyblocks kunnen ook nog heel veel mensen. Dus er is nog heel veel plek. Mick, je bent de beste. Dankjewel. Even kijken, wat is een port? Ja, dat is als je de server wil proberen te joinen. Eventjes kijken, tot hoe lang gaat u live? Ik zou dat graag willen weten, zodat ik aan mijn ouders kan vragen of ik dat tijdstip mag. Ik denk dat we tot een uur of 9 live zijn, denk ik. Zoiets, toch? Ja, dat kan wel. Ik zal trouwens mijn Minecraft geluid even een beetje aangooien. Dat is toch wel wat leuker, hè? Hoor je nog wat? Horen jullie dat? Zal ik een beetje muziek opzetten? Beetje muziek. Een lekker liedje. Even kijken, kan ik een lekker liedje opzetten? Even kijken, kan ik dat doen? Zal ik een lekker liedje opzetten, jongens? Wil je een lekker liedje horen? Lekker een beetje, wat voor muziek gaan we? Een beetje disco. Even kijken. Oké, hoe zet ik dit iets zachter? Want hij staat nu wel heel hard. Oké, zo. Kijk eens aan. Yeah! Oké, dit is leuk. Als de muziek te hard staat, moeten jullie het zeggen. Even kijken. Zo. Oké, weet je, ik ga naar de survival toe. Ja, jullie moeten wachten, maar ik ben koning Kleurstad. Dus ik kan gewoon één keer naar de survival toe. En dan doen we zo, server, survival. Ja, jullie kunnen dat niet, helaas. Maar ik wel. Boom. Hé, hey, kijk eens aan wie hier trouwens is. Pro-speler. Kijk eens aan. Hallo, pro-speler. Oké, die is hier ook. / spawn. Ik ga even naar de spawn toe van Kleurstad. En dan, hier kom je dan terecht als je Kleurstad joint. Dan heb je hier ook bijvoorbeeld van die crates. En dan kan je die kan je met kleurcoins kopen, die keys. Of je kan ze kopen op store.kleurstad.nl. Maar dat is ook cool, jongens. Want ik heb al een crate geopend vandaag. En ik kreeg deze Lely chestplate. Ja, en deze chestplate is echt super cool. Kijk dan, ik heb hem hier. Ik heb hem ook aan. Cool, hè? Ja, ik heb gewoon een gele chestplate gevonden. Dat is toch wel even hetgene wat ik wil hebben, natuurlijk. Even kijken. Weet je wat? Ik denk dat ik maar eens naar Giel toe ga. Naar Noob toe ga. Naar Pro toe ga. En natuurlijk... ik denk dat ik naar hun toe ga. Ik denk dat ik eventjes naar hun toe ga. Volgens mij hadden we ergens afgesproken. Als het goed is. Dus even kijken. Oh, ik zie de pro daar al staan, hoor. Ik zie de pro daar al staan. Hallo, Pro. Ja. Pro. Hallo. Hallo, Pro spelen. Kijk, hij is er al gewoon, hoor. Hallo. Hallo. En Noobie komt er volgens mij ook aan. Ja, Noobie staat hier al. Ja, Noobie. Noobie. Hallo! Hey! Ik kom, Mick! Zo, het is hier druk, joh! Wow! Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Nee, dit is echt niet normaal. Niet normaal druk! Zo, ik lag ook een beetje ervan. Zo druk is het. Ja! Ja, het is echt niet normaal druk. Ik kan ook niet eens bewegen, man. Iedereen staat voor mijn neus! Ja, waar ja, dan ben moet jij? Alleen Giel nog komen. Ja, oh, hier sta je, Mick. Waar? Oh, daar ben je, daar. Nee, kom, we gaan even. Ik ben je alweer kwijt! Ja, ik ben hier. Oh, daar staat hier nog een soort van Noobie, of niet?
Waar staat nog een noobie? Oh nee, hij heeft ook een Steve skin. Hij is zeg maar, hij lijkt op jou, maar hij heeft geen spuur uit zijn mond. Nou, dat was niet goed. Ja, je moet wel een beetje hebben. Ja, ik denk dat echt iedereen die komt nou hierheen. Dat is wel echt drama hier. Waar is Giel, joh? We hadden afgesproken hier. Ja, Giel moet wel echt even opschieten. Giel, waar ben je? Hey, dit is wel handig. Hier is Giel, hier staat hij. Hier, bij de auto. Nee, maar dat is andere Giel. Dat is, Oh ja, dit is Giel. Giel. Ja, dat is Giel waar je dingen kan kopen. Oh ja. Heb je al een auto? Kijk, auto en een tracker toch. Even kijken, ja, ik kan wel een gele raceauto's even kopen. Zal ik dat eens doen? Wat? Gele raceauto? Oh, dat is wel heel vet hoor. Ja, dat kan je hier. Oh, hier is Giel. Giel is er eindelijk. Waar is Giel? Ik heb geen idee. Zo. Hij staat bij de mensen. Oh ja, hier staat hij! Oh, hè? Hey Giel! Giel! Hey, hallo! Hey Giel! We waren op je aan het wachten. We waren aan het wachten op jou! Ja, sorry, ik ben 1 minuut te laat. Sorry, het spijt me. Ja! Ben je al bij de wenspunt afgesproken, hè? Ja, bij de wenspunt. Maar we hadden eigenlijk maar met z'n vieren afgesproken. Maar ik zie nu dat er echt iets van 300 mensen staan te wachten of zo. Dat is toch niet normaal? Iedereen hier. Dit is echt niet normaal, mensen. Dit is echt... Ja, dit is... Ja, er zijn gewoon 400 man op de server. 400, let's go! Ik ga er zelfs gewoon een screenshot van maken. Doe ik gewoon. 400 mensen! Dat is meer dan 5. Ja. Dat is waar, dat is waar. Ik heb echt oprecht... Ik zeg ook tegen mijn kijkers van... Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden joinen. Ik heb oprecht echt nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien op Minecraft. Nee, meer dan ik ooit heb gezien. Ja, dat inderdaad. Ik heb ook nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En dan ook nog bij ons hier in de stad. Normaal zijn we altijd met een paar mensen. Ja, met z'n vijven. Met z'n vijven. Of met z'n zessen. Zes, vijf, zes. Zou helemaal kunnen. Wat? Ik ben niet bang. Nee, ik zeg het niet nog een keer hoor, Zullen we gelijk gewoon gaan survivalen dan maar, want ik ben hier wel bij deze put gaan staan. Ik heb eigenlijk een soort van kleine verrassing voor jullie. Oh. Ik heb een soort van plek en die heb ik geclaimd. Want je kan hier dus in de Kleurstadwereld, een eigen plekje claimen om zelf te gaan survivalen. Oeh. En dat heb ik al even gedaan. Oh. En ik heb het... Noep, jij weet dat gewoon. Jij hebt eigenlijk een plekje naast mij gekleed. Ja, dat klopt. En daar kan ik jullie allemaal op toevoegen. En dan kunnen we met z'n allen lekker gaan survivalen. En nu heb ik dus een supergoed plekje geclaimd naast Kleurstad. Oh, nou let's go. Giel, ik weet niet waar je bent, maar laten we heen gaan. Loop naar het gemeentehuis, ja? Ja, we gaan naar het gemeentehuis. We moeten wel even een aanvraag doen voor de grond. Nee, dat hoeft nou niet meer. Die hebben we al gedaan. Die hebben we allemaal gedaan. Yay! Okay. Ja. Nou, volgens mij moeten we deze kant op. We moeten het water oversteken. Wacht, we gaan gewoon even via de brug. Ik heb een bootje. Heb jij gewoon een boot? Oh, ik heb ook een boot. Ja, we hebben allemaal een bootje gekregen. Boot, die krijg je bij het begin. Ha, ben jij noob of zo? Nee. Jij bent noob. Ah ja! Kijk uit! Ik ben Giel alweer kwijt. Oh, daar is Giel. Waar is Giel? Ik ga naar bij mijn huis. Ah, oké. Ja, ik zie ze. Oh jongens, gaan we even bij de pro een kleine snackbreak halen? Of, snackbreak? Kleine snackbreak? Kleine snackbreak! Snackbreak! Nee, wij volgen jou. Ik wil naar dat gebied. Ik dacht dat jij hier stond, maar er staan natuurlijk ook NPC's in onze... Ja, natuurlijk. Ik had er net een probleem mee. Ik was het helemaal kwijt, ik zeg. Oh jongens, dit is chaos! Heet het chaos! Chaos! Kijk dan, hoeveel mensen... Jeetje, bro, zijn er ooit zoveel mensen in de voortuin geweest? Nee, zeker niet. Ik geloof dat helemaal niet. Nee, jongens. Ga eens even allemaal van mijn voortuin af. Wat is dit nou weer? Ja, wat is dit? Blijf van mijn gras af! Zullen we naar dat gebied toe? Want echt, als er zoveel mensen zijn, begin ik gewoon te laggen. Kom, jongens. We moeten gewoon rechtdoor blijven lopen. Weet je wat we misschien het beste kunnen doen? Want anders we vinden natuurlijk de kijkers heel leuk. Maar ze kunnen ook gewoon zelf even een plekje zoeken. Ja. Hey, er is iemand in mijn boot gegaan. Ja, er is iemand in jouw boot. /home en jullie kunnen naar mij tp'en, ja? Laten we dat even doen. Oké, is goed. Ja, is goed. Ja. Het is in ieder geval goed in de buurt van Kleurstad. Ik ga even zeggen waar het is. Ik heb een verzoek gestuurd, Giel. Oh, nu ga ik natuurlijk heel veel verzoeken krijgen van iedereen. Hoppa! Oh, ik heb de chat uit! Oh, kijk eens aan. Oh, let's go. Jongens! Het is hier echt super druk. Ik kan niet eens vliegen. Mark, ik kan niet eens varen. Even hier. Oh, waar zijn we? Kijk eens aan! Ik heb al dirt, noobie. Hé, er zit uit! Ik ben getippet! Je bent getippet. Getippet! Ik ben getippet. En Noob, ik kan je hier ook niet slaan. Dat is wel een beetje jammer. Zo.
Kijk eens. Oh, de pro kijk eens aan. Hey, even kijken. Heb ik jullie allemaal getrust hier zo op dit landje? Zal ik eerst even het gebied laten zien wat dus van ons is? Maar even kijken of ik kan... Oh, ik mag niet bouwen, denk ik. Oh, of wel? Nee, even kijken, even kijken. Oh, ik moest dat ook doen. Oh, daar is hij al gewoon iemand. Misschien wel echt... Oké, ik heb nu wel toevallig? Oké. Even kijken. Ja, nu wel. Er zijn al mensen die het hebben gevonden. Oh, ze hebben het zo snel gevonden. Hé, daar komen er nog meer aan! Kijk dan! Dit is dus een nieuwe Paarstad, oké? We gaan met z'n allen Paarstad bouwen. Paarstad? Paarstad? Nee, Dirt! We gaan Dirt bouwen. Dirtstad. Nee, ik wil kleur. Ik wil geelstad. Nee! Oké. Ik heb dit geclaimd zodat we hier één grote Paarstad van kunnen maken. Ja, Paarstad, Paarstad! Ja. Dat is echt super lelijk. Dat is echt super lelijk. Ja. Super lelijk. Ja. Mick, ik heb nog geen blok neergezet en het is nu al super lelijk. Weet je wat? Ga jij lekker een grillhuis maken of zo? Ja, en Prodior bij Geelstad. Dus. Hey, oké. Okay, oh, is dat zo? Wil jij bij Paarstad? Jij hebt altijd in Geelstad gewoond, Pro. Ah, okay. Ik wil wel helpen hoor, maar ik kan eigenlijk alleen maar heel goed met Dirt bouwen. Ja, dat snap ik. Maar ja, weet je wat, Noob? Jij mag gewoon een dirthuis maken. Als je daar blij van wordt, dan is gewoon lekker. Oké, Giel. Eens eventjes een beetje laten zien hier zo. Giel, waar ga jij Paarstad bouwen? Want dan ga ik daar niet zitten, snap je? Ik ga op het mooie vlakke stuk. Dan is het lekker makkelijk voor mij. Oh ja, vlakke stuk. Nee, precies. Ik weet precies waar je bedoelt. Nee. Je snapt het toch? Je kan niet toch een beetje kijken. Zeg maar, we hebben echt een heel groot stuk geclaimd, heb ik. Ja, maar ik wil niet bij jou in de buurt zitten, natuurlijk. Nee, oké, dat snap ik wel. Dat snap ik weet niet meer waar mijn stuk is. Iemand heeft mij al gelijk twee diamonds gegeven. Wat? Even kijken, ik kan eigenlijk... Ik heb diamonds. Helemaal niet, Oh jongens, dit wordt heel druk met bouwen, hè? Pro, laten wij die kant op gaan. Jullie er allemaal bij zijn. Oké, ik volg jou, Mick. Ja. Ik volg jou. Ik denk gewoon dat ik ga beginnen, jongens. Ik ga iets vets bouwen. Ja, Giel, wij gaan daarheen. En dan gaan we gewoon eventjes naar de shop. Doei, Giel. Doei, Giel. Wat doe je? Ja, wij gaan Geelstad bouwen. Ja, ik ga daar wel even kijken wat jullie dat doen, zeg maar. Dat vind ik Ik ga Giel wel helpen dan. En dan mag ik wel een dirthuisje erbij. Ik zie hier allemaal mooie bomen. Ik begin hiermee. Eventjes wat mooie overlords. Oh. Waar zijn ze heen gelopen, Noob? Weet jij dat? Daar, die kant, die kant. Oh, nee, dit is van Noob spelen, dit gebied. Ja! Oh, nee. Je kunt ook even trusten, Noob. Dan moet je ze even trusten. Heb ik gedaan, toch? Ja, eigenlijk hebben wij met z'n tweeën hebben we echt een super groot stuk geclaimd. Noob, je hebt mij niet getrust. Mij ook niet. Nee. Vertrouw jij me niet, Noob? Waarom heeft iedereen hetzelfde pakje aan? Ik kan niet zien wat jullie zijn. Als het goed is, wel nu. Ik kan er niet... Ik kom er niet achter. Ik ben al helemaal... Ja, het werkt, Noobie. Dankjewel. Yeah! Alsjeblieft, jongens. Veel plezier. Maak maar eens boys bij mij op dingen. Hoehoe. Oh ja, hoppakee. Kijk eens aan. Oké, Giel. Mensen pakken allemaal mijn spullen af, jongen. Echt. Welke kant gaan we... Waar gaan we wat bouwen? Wacht, laten wij gewoon... Maakt niet uit waar hun zitten, weet je. Wij gaan gewoon een veel vettere plek maken. Ja, dat gaan we doen. Pro. Oh, kijk, Santino is er ook. Wat? Santino is er ook al? Paarstad. Ik zie Santino in de chat. Santino wil wel een Geelstad wonen, denk ik. Santino, de Pino! Santino. Santino. Kom bij Paarstad. Paarstad. Geelstad. Paarstad. Kom mee, Dirtstad. Een S'je meer moeten doen. Nee, Paarstad. Oh jeetje, ik kan niet eens hout oppakken omdat iedereen zeg maar gewoon nakt. Ja, dit is echt niet te doen. Ik wil ook gewoon daar rustig Dirt kunnen hakken zonder dat iemand daar steelt hoor. Oké, Pro, het eerste wat wij gaan doen is een muur bouwen zodat mensen niet binnen kunnen komen. Ja, Noob, dat gaan wij ook doen. Dat is een goed idee. Hij wil gelijk mijn ideeën pakken. Cristiano Netten. Ik ben al gelijk cobblestone aan het halen, Mick. Hé, ik wil mijn dirt hakken hier, jongens. Jullie moeten mij wel dirt laten graven. Nee, pak al een dirt af. Nee, ik kan niet eens dirt graven. Oh ja, ik heb wel dirt. Santino gaat Groenstad beginnen. Natuurlijk. Saai. Dat is net de kleur van snot. Ja. Hé, als de Noob dat zegt, dan is het echt zo. Ja. Noob, lukt het al een beetje met de vibraties voor Paarstad? Ja, kijk hier. Ik maak een mooie toren, zodat iedereen weet dat wij hier zitten. Dat is een fantastisch plan, Noob. Oké, wij gaan daar... Ja, dat is een goeie. Een soort van uitkijktoren. Lekker, man. Oeh, ja. Hey, kom ik nou naar beneden? Is het anders niet een idee dat Pro en ik even in een call zitten en dan jullie en dat we dadelijk elkaar bellen? Dan gaan we vergelijken, maar ik weet toch wel dat wij gaan winnen, hoor. Ja, alleen... Maar, ja, oké, is goed. Prima. Ja? Zullen wij maar hier blijven dan? Of wat blijven jullie maar hier. Weet je, anders horen jullie al onze plannen. Woop!
Ja, nee, precies. Is goed. Maar niet zo geheimzinnig, hè? Ik wil niet weer ruzie met jullie. Nee, we gaan geen ruzie maken. Nee, geen ruzie maken. Je komt alleen maar lekker met jullie stad. Je komt maar alleen leuk houden. Een stad maken, man. Kom op. Nee, ons stad is mooi. Oké, pro, ik bel je. Zo, hoppakee. Een beetje rust. Hallo, hallo. Oh ja, pro dit op. Ja, ik neem op, Hallo. Hallo, ik heb al een diamond zwaard, Mick. Ja, ik zit even lekker liedje op te zetten. Oeh, gezellig. Want als ik een liedje opzet, dan is het allemaal, dan is het gewoon nog leuker. Ja, ben ik helemaal mee. Ja, jij moet eigenlijk gewoon zoveel mogelijk materiaal. We moeten namelijk echt een muur bouwen. Ja, kijk, jij leidt de mensen af, dan volgen ze jou en dan ga ik snel minen. Ja, precies. Nee, dat is wel slim, want iedereen die stoort ons nu eigenlijk. Ja, ik ga zoveel mogelijk cobblestone halen, dat we gelijk zo'n muur kunnen maken, inderdaad, zoals je zegt. Ja, dat hebben we wel echt nodig. Oh, wat ik trouwens kan doen, ik kan even op een boom gaan staan. En als ik dan naar beneden hak, als dat gaat, dan kunnen mensen mij minder snel storen. Nee, iedereen pakt mijn hout, jongen. Zal ik dan ook even wat hout hakken? Dat kan ik jou geven. Ja, gast. Dan kan ik het wel aan jou geven, maar dan neem ik... Wacht, ik maak een chest, daar stop ik het in, dan kan jij eruit halen. Hé, hey, dat is zeker waar. Weet Kijk je... eens aan, dat kunnen we doen. Ik kan al even wat planks maken, zo. Wacht, kan ik mensen niet killen? Oh, nee, ik laat me zwaard vallen. Nee, ik kan mensen niet killen in je claim. Oh, niet in mijn eigen gebied. Nee, hoezo? Anders zouden ze jou toch ook kunnen killen? Dat zou toch oneerlijk zijn? Nou, het zou wel grappig zijn als ze wel in mijn gebied gekild konden worden. Dat wel, ja, maar helaas, zo werkt het niet. Even kijken, jongens, als jullie trouwens abonneren, komt je naar mijn beeld. Nog nooit is abonneren zo leuk geweest. Dat is echt, hè, bro? Oh, ja, zeker. Nou, ik ben al heel lang geabonneerd, maar ik ga denk ik gewoon een nieuw YouTube-kanaal maken om dat even te doen. Ah, dat vind ik wel heel veel moeite, hoor. Ja, dat vind ik ook wel veel moeite. Dat ga ik ook niet doen. Jongens, staat de muziek niet te hard? Laat het ook even weten. Dan weet ik dat. Weet je, is altijd fijn om te weten. En als je wilt joinen, moet je even naar play.kleurstad.nl gaan. Rechtsboven staat IP. En als jij op PE speelt, moet jij de port 19132 toevoegen. Moet even voor die 500 mensen online gaan. Dat zou toch vet zijn. Mick, ik heb hier een kist neergezet. Daar zit je hout in. Kun je het uithalen. Ah, top. Oké, dat is wel echt top. Even kijken. Ja, we willen natuurlijk wel een beetje een mooie muur maken. Eens, ja. Ik heb nog niet superveel. Ik heb bijna 1 stack cobblestone nou, maar... Ja, willen we een cobblestone muur maken of een houten muur? Ik denk cobblestone makkelijker te halen is nou, of niet? Ja, dat is waar. Ja, maar ik weet niet. Ja, dan gaan we maar gewoon minen. Oh, ik heb een idee. Oké, pro. Ik leid ze om naar boven. Oké. Kom! Naar mij! Oké. Kom naar mij! Oké, dan kijk, dan gaat iedereen naar boven. Dan ga jij die mine in. Dan bouw jij die mine dicht. Ja, maar kijk. Oh, op die manier. Ja, dat is... Hopsakee. Snel. Yep, gelukt. Ja, is het gelukt? Ja, het is gelukt. Oké, even kijken of ik die resource pack... Even kijken, ik wil... Ze proberen er allemaal in te komen. Het lukt niet. Kan ik full bright aanzetten op deze Minecraft? Zou fijn zijn. Volgens mij wel. Oké, dan doe ik nu TPA... Pro speler. Oh, perfect. Heel slim. Pro actie van mij! Heel ja, slim. Toch? Oké, kijk eens aan. Kom ik nu naar jou als het goed is? Ik heb het geaccepteerd. Oh, dus... ze hebben mij zeg maar geduwd. Dus... Oké, wacht nog een keer. Ik heb het nog een keer gedaan. Ja? Ja, ze hebben mij zitten duwen en dan beweeg ik natuurlijk. Oké, kijk eens aan. Yes, kijk eens aan. Ja, ik ben er. Oké, kijk, dit is stop. Nu kunnen we gewoon even minen. Ja, precies. Kijk eens aan. Rust en stilte. Ja, dit is wel echt even heel relaxed. Want anders... Ja, sorry jongens, maar... Ik kan gewoon niet survivalen anders, want dan gaat er heel veel iemand in mijn beeld staan. En we hebben gewoon even materialen nodig. En misschien zelfs al diamonds of zo, zou het chill zijn. Ja, ik heb al een diamond zwaardje, dus ik loop voor. Ik heb geluk gehad, mensen gaven mij diamonds. Ja, jij krijgt diamonds en ik niet. Eigenlijk wel een beetje oneerlijk, maar ja, diamond bij mij past wel iets meer, hè? Ja, weet je, jij zou toch anders binnen no time diamonds hebben. Ja, maar ik ga nou voor het leuk spelen. Ik ga niet voor het snel doen. Ja, precies. Ja, weet je, ik wil wel gewoon 1000 diamonds. Weet je waarom? Diamonds kan je verkopen en dan hebben we survival geld, zoals je links of rechtsboven ziet. En met survival geld kunnen we ook wel allemaal coole dingen kopen, dus het is wel fijn. Zo. Ja, dat is wel weer fijn. Heb jij nog die hout? Kan je even een crafting table hier zo binnen neerzetten ergens? Ja, ik heb genoeg hout. Ja, even wil je kijken. Even een crafting table ergens neerzetten? Ik ga wel hierboven. Oh, mensen zijn... Gaat iemand dood? Oh jee. Ja, dat gebeurt, hè. Kijk eens aan. Hier staat de crafting table. Als jij voor mij ook Super. Even een stenen pickaxe kan maken, dat zou wel fijn zijn. Ja, André Pen 82, dankjewel voor het abonneren. En Bad Eend, ook nog bedankt voor het abonneren. Weet je, ik ga even iedereen die abonneert nu, ga ik gewoon even een shout-outje geven. Ja, kijk eens aan.
Oké, okay, ja, doe jij dat? Dan doe ik dit. Zo, yes. Moet ik het wel niet vergeten, maar Pro die herinnert mij wel. Wacht, wat moet ik je herinneren? Ja, dat ik de abonnees moet opnoemen. Iron! Let's go! Iron! Let's go! Let's go! Boom! Hoppakee, kunnen we iron pickaxe maken? Ja, we moeten wel kool hebben of je moet het hout gaan verbranden. Alleen, we hebben niet zoveel hout, Mick. Nou, ik heb gewoon 20 planks en 10 oak logs. Oh, dan komt het goed. Dus we hebben in principe meer dan genoeg hout, hoor. We hebben in principe meer dan genoeg hout. Ik wil weg. Wil je dan nu snel mijn naam zeggen? Jasmijn. Als je trouwens denkt, ik kan niet typen, dan moet je abonneren. Want alleen abonnees kunnen iets in de chat sturen. En als je denkt, huh, Mick, ik kan niet elke seconde typen. Dat klopt, om de 10 seconden kan je een bericht sturen. Dus ja, dat soort dingetjes, hè. Hij staat op langzaam modus. Langzaam modus. 1000 mensen kijken. Wat gezellig. Wat gezellig is dat. Even kijken. Ja, trouwens, als je denkt van Mick, ik wil ook joinen. Dat kan. play.kleurstand.nl. En er zijn nu 400 man online. Alleen, zoals je nu ziet, zeg maar. Er kunnen 125 van de 125 kunnen in survival. Nou, dus survival zit vol. En OneBlock kunnen 200 in. En SkyBlock kunnen ook 200 in. Dus als je nu zit te wachten in de lobby, ga gewoon even lekker OneBlock doen en SkyBlock. Want je kan in de wachtrij zitten voor de survival, terwijl je SkyBlock of OneBlock doet. Dus je hoeft niet, zeg maar, niks te doen om te wachten. Hey, zoveel opties. Ja, weet je, is toch wel wat leuker, toch? Als je gewoon ondertussen kan OneBlocken terwijl je wacht. Kijk eens aan. Ik heb trouwens een Iron Pickaxe. Pro, wil je ook een Iron Pickaxe? Daar zeg ik geen nee tegen. Dat dacht ik al. Had je genoeg iron daarvoor? Ja, zeker. Zo. Kun je, ja. En dan heb je nog over daarna of niet? Nee, dat niet. Oké. Okay. Ik denk wel dat we zo snel mogelijk een shield willen halen voor skeletons en zo. Ja, zeker. Even kijken. Ik wil in een oven een pickaxe maken. Nou, dat is niet heel slim bij mij. Dat is zeker niet slim. Even kijken. Oh, de craft table. Zal ik de craft table even meenemen anders? Ja, doe maar inderdaad. Ik wilde al naar boven komen. En die oven neem ik ook wel mee. Boom, kijk eens aan. Gaan we hier naar beneden. Oh, je stoot wel de hele tijd je hoofd. Zullen we dat gewoon fixen? Ja, dat kun je nou doen. Ik dacht, ik doe dat later wel even. Maar zeg het maar. Ja, weet je, ik ben toch nu bezig. Als je het gewoon meteen doet, dan is het eigenlijk veel fijner altijd. En we hebben nu toch nog heel veel steen nodig. Ja, ik heb al 2,5 stack aan cobblestone. Super Donald 607 werd de Blaze Rank gekocht. GG! GG, oh ja, dan moet je dan typen. Hè. Dat is dan zo'n Minecraft server dingetje. Kijk eens aan. Ja, je kan dus ook ranks kopen. Als je dus een rank koopt, dan heb je... Ja, dan kan je... Zeg maar, de server die kost natuurlijk ook geld om te maken en noem maar op. Dus als je een rank koopt, dan kan je dus zeg maar de survival sneller joinen. Dan heb je dus geen wachtrij bijna. Of ja, dan word je naar voren gezet in de wachtrij, omdat je dan ons support. Maar ja, alles is ook gratis. Dus het is volledig je eigen keuze als je dat wil doen natuurlijk. En Mick, heb jij mijn pickaxe? Ik heb jouw pickaxe, zeker. Dank je, want mijn is net kapot gegaan. Kijk eens aan. Maar dit is toch wel echt perfecte teamwork. Ik ga verder naar beneden en jij haalt die dingen bovenweg. Ja, jij doet eigenlijk het leuke werk. Ja, ik kom met nieuwe dingen tegen, maar ik moet zeggen, ik kom niet zo gigantisch veel tegen. Als je mij nou even helpt hiermee. Ja, dat doe ik trouwens, wel. Ik vind het vanaf hier wel prima en dan doen we de rest wel later. Want ik wil gewoon eerder dan Giel Diamonds vinden. Daar gaan we gewoon even voor. Oh, als we dat gaan doen, dan moeten we gewoon één ding naar beneden doen. Dan moeten we niet zo breed gaan maken. Kom even lekker naast mij. Ja, dat doe ik al. Ja, we kunnen die andere altijd nog later doen, toch? Dan is je weer 3 breed. Ja, daarom. Hoppakee, ik moet gewoon even een caveje vinden. Een caveje vinden zou het fantastisch zijn, hè? Kijk, ik ging één te laag. Even kijken. Heeft Pro ook een YouTube-kanaal? Nee. Nope. Maar dat heb ik niet. We hadden nooit verwacht dat er een Kleurstad Survival server zou komen. En you never know, hè? Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit, precies. Misschien komt er ooit wel een Pro-kanaal. En misschien niet. De optie wie is weet. Er altijd. Daarom. Als Pro's het wilt, mag hij dat natuurlijk doen. Maar Pro die houdt veel te veel van Minecraft. Die denkt, video's maken heb ik helemaal geen zin in. Heb ik helemaal geen tijd voor. Ik wil juist Minecraften. Ja, hij wil alleen maar diamonds, denkt hij. Precies. I got diamonds on my mind. Iemand heeft al gewoon diamonds gevonden. Ja, die hebben ze net aan mij gegeven. Maar... Oh, ja. Iron. Iron, iron. Ja, iron. Ik had net ook al wat iron weer gevonden. Je moet ook wel even wat kool hebben. Ja, we hebben hoeveel... Ja, dat is echt raar eigenlijk, hè? Het lijkt altijd alsof je in het begin Minecraft geen kool kan vinden. Ja, het is maar net of je geluk hebt of niet.
Please, Mick, zeg mijn naam. Hanne Blondel. Trouwens, ik zit... Kijk, Pro moest mij herinneren. Ik moest de abonnees opnoemen, maar ik kan ze teruglezen. Dus dat is heel erg fijn. Mind Jout, dankjewel voor het abonneren. Tom Wouter, dankjewel voor het abonneren. Mattis Boan, dankjewel voor het abonneren. Jardo VLD86, dankjewel. Erwin Verheijden, Giraf Likker. Hele rare naam. Dankjewel voor het abonneren. Ja, dat waren ze. Kijk eens aan. Zo, Pro, ondertussen dat ik die abonnees aan het oplezen was, ben jij al een stukje verder gaan, zie ik alweer. Ik ben al een stukje verder. We zitten goed door de deepslate te gaan nou. Ja, we zitten echt in de deepslate, hè. Jeetje. En 406 mensen zijn op de server. Hé, jongens, als je nou nog niet gejoind bent, join even. Al kom je maar gewoon even lekker stilstaan. Misschien denk ik heb helemaal geen zin in Minecraft. Maar het lijkt me zo vet om even die 500 spelers aan te tikken. Dus als jullie nog niet geabonneerd, of als jullie nog niet gejoind zijn, doe het even. IP staat hier rechtsboven in beeld. play.kleurstad.nl. En als je op de telefoon speelt, of op de Nintendo Switch, of op de PlayStation, dan is de poort die je moet invullen, want die moet je daar ook invullen, 19132. En als je denkt van, Mick, kan ik dit ergens anders ook vinden? Jazeker, in de beschrijving. En trouwens, join ook even de Discord van Kleurstad voor de laatste updates. Sowieso. Ja, dan ook kun je ook met ons chatten. Superleuk. Ja, soms zeggen wij ook goedemorgen, weet je wel. En dan kan je daar kan je ook goedemorgen zeggen. Of dan krijg je een melding als er een nieuwe video is. Alles over Kleurstad. Ja, dat krijg je te horen op de Discord. Dus check even de beschrijving. Of ga gewoon naar discord.gg/kleurstad. Zo makkelijk is het. Heb je al iets gevonden, Pro? Nog helemaal niks. Zit niet mee. Ja, we hebben misschien niet een goede plek gekozen. Nee, ik weet het. Ja, trouwens. Wij hebben deze plek niet gekozen. Die heeft de noob gekozen. Dat is de noob zijn claim, hè? Ja, dat is niet zo slim, nee. Daar ging het eigenlijk al fout. Ja, daarom. We hebben gewoon een noob claim gepakt. Ja, dit is niet heel slim van ons. Maar Pro, anders wacht even op mij, dan kunnen we weer samen leuk minen. Ja, ik ga hier recht naar voren al, want ik denk dat we wel diep genoeg zitten. Ja, ik ga die oven even neerzetten weer. Ja, mijn pickaxe gaat ook al kapot. Ja, het is echt vreselijk. We hebben nog niks gevonden en onze iron pickaxe die gaat alweer gewoon kapot. Dan ga ik eventjes... waar is mijn oventje? Huh? Oh jawel, ik heb mijn oven wel meegenomen. Kijk, schrik al. Ja, ik heb hem wel meegenomen. Boom! Doen we even de iron erin. En dan doe ik gewoon wat plankjes erin. Oh, kijk eens aan hoeveel iron. Ja, we hebben wel genoeg iron. En misschien Precies. Kun je ondertussen die andere even hakken. Als je... Die andere hakken, waar heb je Ja, het dat het weer 3 breed is. Dacht ik. Oh, ja, maar mijn pickaxe is bijna kapot. Dus ga ik niet even oké. Okay. Ondertussen gaan we weer mensen bedanken die geabonneerd hebben. Ja, het gaat echt heel erg hard. Had ik niet verwacht. Ronald Sturm, dankjewel voor het abonneren. Loser.t. Rare naam, maar dankjewel voor het abonneren. Mieke Huis. Anas Ramadan. Oh jee. Monique van Buggenum. Maaike Protkip. Ja, daar waren ze. Dankjewel voor het abonneren. Je komt ook in beeld. Dat is ook wel cool. Heb je nog de crafting table bij? Nee. Oh, die ga ik Jawel. Hier staat. Je bent geprankt. Pranked. Ik heb wel wat hout nodig. Jeetje. Ik pak 2 planks uit de fornuis. Oh, ja, ik heb genoeg hout hoor, daar niet van. Hier, anders pak je dit even. Ah, ik heb al een nieuwe, ja. Hier ligt hout, bro. Nou, terwijl die iron nog bezig is, dan ga ik wel die derde rij even doen. Ja, doe dat. Ik ga ondertussen ook even een pickaxe maken, zo. En dan maken we even wat plankies. En dan maak ik hier een pickaxe. Kijk eens aan. Hoe zou het met Giel gaan? Oh, ik wil niet weten of hij verder is als ons. Ja, moet eigenlijk niet mogen, hè? Als hij met de noob nu al zeg maar diamonds heeft gevonden, dan word ik echt gek. Ja. Ik help je trouwens, ik mine omhoog. Oh, top. Kijk eens aan. Ja, slim, hè? Ja, maar we maken het ook niet makkelijk voor onszelf om snel diamonds te halen als we dit gaan doen allemaal. Nee, dus, maar ja... Dat is onze excuus. Wij doen het wel op de pro-manier. Op de wij, ja, precies. Wij willen wel graag dat het er mooi uitziet. Ja, precies. Dat is wel belangrijk gewoon. Mick, Giel is een huis aan het maken. Oh. Kijk, Giel die dwingt eerst huis maken. Nou, wij doen de belangrijke dingen eerst. Wij willen eerst gewoon even die stacks hebben. Precies. Eerst rijk worden, dan huis maken. Ja, precies. In het echte leven moet je ook eerst rijk worden voor een huis. Ja. Ja. Is gewoon zo. Is wel zo, ja. Even kijken, doe ik het een beetje goed? Ja. Oh, zo gaat het best wel snel hoor, als je naar elkaar toe gaat. Ja, het gaat best vlot. Doe / vliegtuig, zit iemand wel heel te spammen.
Vliegtijd. Oh, vliegtijd is aangezet. Oh, kijk, ik kan nu vliegen. Oh, ik kan nog 10 minuten vliegen, pro. Zie je dat? Oké. Waar? Oh, ik heb vliegtijd weer uitgezet. Als je slash vliegtijd doet, dan kan je vliegen. Kijk maar, jij kan het ook. Als jij dat doet. Ik wil helemaal niet vliegen onder de grond. Nee, dat is waar. Maar ik wil liever boven de grond. Dat zijn van die dingen die je kan. Iedereen die joint, die kan de eerste 10 minuten vliegen. Oké, dus onze muur heeft een dak nodig, is wat je nou wil zeggen. Ja. Oh ja. Oh, daar ja. Is niet over nagedacht, Mick. Nee. Maar als je vliegtuig op is, dan kan je het niet meer vliegen. Even kijken. Als we hier nou... Misschien kunnen we hier een soort van hub maken. Een hut? Een hub. Oh, een hub. Ja, dus dat we hier een soort van lobby maken of zo. Voor ja, de, van dat de mine. Misschien wel... Ja, precies. De mine lobby. Lobby. V. Torben is gejoined. Wat is dat leuk. Kijk eens aan. En misschien kan jij nou... Als jij nou gewoon die kant op gaat... Dan ga ik die kant op. Ja, doen we. Kijk, nu kunnen we nog echt... Nu kunnen we echt gaan minen. En weet je het... En dan wat doe je? Doe je 2x2 of... Nee, gewoon 1. Gewoon bam. Helemaal goed. En dan heb ik een idee. Als ik dan dit nu even hier pak zo. En ik plaats dan bijvoorbeeld... even kijken. Dan plaats ik hier zo'n mooi overtje. En dan pak ik even die crafting table snel. Die plaats ik dan hier. En dan maken we hier even nog een crafting table. Of nog een oven. Kijk eens aan. Ik hoop ook dat je iets van kool gaat vinden, man. Want dat hebben we wel nodig. Ja, of niet. En dan dacht ik... Ik kan er maar één maken. Als we dan eventjes... Kijk, kijk eens, bro. Wat ik heb gemaakt. Eén momentje. Kijk, hier dan... Oh ja, dan moet ik hier natuurlijk wel weer... Dit weghakken. Maar dat maakt niet uit. Even kijken, wat heb je gemaakt? Oh, kijk ze. Ah, dat is wel leuk. Van, ja, dit ziet er leuk uit. Maar dan stoppen we in de linker stoppen wel even al ons steen. Ja, ik heb ook echt ontzettend veel steen al. Daar kunnen we wel een muurtje mee bouwen, denk ik. Ja, daar kunnen we zeker wel een muurtje mee bouwen. Maar ja, nu willen we ook gewoon even die diamond zwaard. Want ja, die kijkers, als wij niet in ons veilige gebied zijn, die zijn dan denk ik niet meer zo lief. Ja, dat denk ik dus ook. Even kijken. Mick, ik ben net geabonneerd, maar kom niet in beeld. Oh, waarschijnlijk heb je dan je YouTube op privé staan, zeg maar. Dus dat mensen niet mogen zien op wie je geabonneerd bent. Dan kan ik dat ook niet zien. Ik heb lapis gevonden. Oké, okay, voor enchanting is dat wel fijn. En redstone. Maar ja, dat zijn echt net de dingen die... Redstone is handig trouwens, niet maat. Redstone is heel handig, want wij kunnen dan een redstone muur maken bijvoorbeeld. En die kunnen wij dan alleen gebruiken, omdat het ons gebied is natuurlijk. Oh, ik heb een mine gevonden. Hè? Een mine! Het werd eens tijd! Oké, ik kom er gelijk aan. Even kijken, ik weet dus niet of het groot is. Volgens samen mij is het wel exploren! Een... Wacht op mij! Kom maar, Beck! Oké. Okay. Kijk eens aan. Eens kijken. Oh, het ziet er best wel groed uit. Oké, ik volg jou. Even diamonds. Kijken. Goed kijken voor diamonds. Witch. Wat? Wat doet hij hier? Oké, wacht. Ik doe even mijn armor aan. En ik ik heb eet... trouwens. Ik heb trouwens die. Die lily chest. Die lily pad. Ja. Oké. Okay. Wacht, ik heb diamond zwaard. Oh, je hebt diamond zwaard natuurlijk. Jeetje. Pas op. Jeetje, oké. Oh, het lekt allemaal een beetje. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Yes! Hoppakee! Wat doet een witch hier zo random? Ja, dat is wel apart. Nou, we hebben in ieder geval iron hier. Ja, er is echt meer dan genoeg iron. Wat echt top is, want dan kunnen we daar even een iron setje maken. Maar geen kool! Nee, dat is echt raar. Dat is wel echt raar. Even kijken, je bent daar al naartoe gerend. Ja, ik zag daar ook al iron in de verte. Even kijken. Oh, hier is nog meer lapis. Oh, ik moet redstone. Ik heb dus echt van iedereen steeg gekregen. Oh, hier gaat het nog verder naar beneden. Oh, zullen we even dat water hier ook? Of zullen we hier naar boven? Ik ga wel eerst even hier naar boven. Snel even kijken. Oh, jij gaat daar naar boven. Ik ga dan maar even bij het water hier naar boven. Ja, helemaal goed. Misschien is hier nog wel wat interessants. En misschien kan ik dat water ook even wegdoen. Nou, lapis hebben we in ieder geval genoeg. Ja, lapis hebben we echt wel genoeg. Maar ja, we zijn nog niet op dat niveau, hè? Pro, dan wel aan het enchant gaan. Nee, nog niet. Nee, nog lang niet. Nou, lang niet. Dat kan redelijk snel gaan, hoor. Even kijken, ja. Ik zie hierboven dus wel iron, maar dat vind ik te veel moeite. We hebben al best wel wat iron. Ja, ik hak het gewoon wel voor de zekerheid. Ja, het zat echt heel hoog.
Even kijken. Daar is nog steeds 1000 kijkers. We zitten wel echt steady op die 1000 kijkers. Dat vind ik wel echt heel erg leuk dat jullie gewoon allemaal lekker blijven kijken. Kom ook lekker Kleurstad spelen. Hey, en trouwens, morgen vroeg is de server ook open. Vanaf nu is de server elke dag open. Dus als je denkt, Mick, ik zit nou op de bank met mijn telefoon. Nou, trouwens, je kan Minecraft op je telefoon spelen. Maar als je denkt van, ja, ik kan nu niet spelen. Ik ben niet in staat. Morgen is de server ook gewoon open. En overmorgen. Eigenlijk vanaf nu is hij elke dag open. Ik ben pro. Pro? Ja? Ik ben naar beneden gegaan. Het gaat wel heel veel. Oh, jij bent naar beneden. Ik ben een stuk verder naar boven toe gegaan. En ik hoop dat ik daar nog wat kool vind. Want kool vind je meestal wel iets meer boven. Ja, dit is een best grote mine. Laten we gewoon een beetje... Ja, een beetje splitsen. Ja, joh. Ja, ik heb het gevoel dat kool... zit niet echt vaak in deep slate, toch? Niet heel veel, nee. Ik zie wel hier weer redstone. Ja, ik weet niet of... weet je, ik neem het wel gewoon mee. Het is een beetje zo, begin je survival, hè. Dan neem je een beetje alles mee, nog. Ja, precies. Even kijken, kan ik hier weer naar boven? Volgens mij wel, jazeker. Zo. Hoppakee, hakken we deze hier even weg. Mag ik een shout-out? Shout-out naar jou. Maar naar wie? Ja, nu heb ik in één keer shout-out naar iedereen gedaan. Super slim. Kijk eens aan. Heb het eerste stukje goud gevonden. Oh nee, skeletten. Oh. En ik heb geschild. Oh jee. Overleef. Oh jee. Anders kan ik nog naar mijn TP. Ik overleef het ook wel. Ik ben gewoon even weggerend. Even kijken. Ik weet niet meer waar ik ben. Dit is echt een gigantische mine volgens mij. Ja. Oh wacht, ik zie jouw naamplaatje. Oh echt? Ik ben een beetje boven jou. Boven mij? Even kijken. Ik ga wel weer niet recht boven, joh. Ik ga wel weer naar die plek waar je mijn naamplaatje zag. Ja, ik zie hem nog steeds. Even kijken, ik zie jouw naamplaatje niet, man. Oh, dan ben je waarschijnlijk hier. Oh, dan ben je hier gewoon. Loop ik nu naar je toe, voor jouw gevoel? Nee, je gaat... Ja, een beetje wel. Even kijken. Ja, ik denk dat je hier wel bent, ergens. Dat moet haast wel, toch? Ja, ik kijk, zie je niet. Ik ben op ongeveer dezelfde hoogte als je nou. Ben jij nog in deep slate? Ja, ik ben op dezelfde hoogte als je. Nou ga je boven mij. Oh, ja. Oh, huh? Maar ben jij via cobblestone naar beneden gegaan? Ja. Dan denk ik dat jij hier rechtdoor bent gegaan en... Oh nee, ik ben afgesloten van je. Oh. Oh, ja. Nee, nou ga je de goede kant op. Dan denk ik dat jij hier zo heen bent gegaan. Naar links. Ik ruik pro. Oh, en ik zie hier een skelet. Ah! Oh jee, en ik zie nog een skelet! Oh, maar dat het... zijn ze. Dat zijn degenen die mij aanvielen. Oké, nou ik ga gewoon weer naar beneden hier. Nou trouwens, ik kan ze wel killen, joh. Ik ben Mick, ik ben pro. Okay, ja, je hebt die lilypad dingen. Ja, precies. Hoppa. Kijk eens aan, dat is één. Bam. Hoppa, je mist, vriend. Je mist. Hoppa. Ja, ik heb ze. Hé, en ik krijg gelijk een boog. Dat is ook top. Oké, kom op. Hoe ga je naar Santino toe? Nou, je kan dus dit doen. /TPA en dan de naam intikken van de persoon. En als hij dan jouw teleporteerder of jouw teleportatieverzoek accepteert, dan kom je bij hem terecht. Alleen als je hem geaccepteert, dan moet je niet lopen. Want als je loopt, dan annuleer je de teleportatie. Hé, dat je het weet, hè. Even kijken, ben jij nog op die plek? Want ik zie dat jij hier hebt ingebouwd, volgens mij. Ja. Oké, dan hak ik dit weg. En als het goed is... Zo, wow, je bent in een groot gebied gekomen. Zeker, hier. Oh, hallo. Hier, ik maak wel even een trappetje voor je. Oh, boom. Zo, heel erg raar. Dat was leuk, hè? Ja. Ik liep en zeg maar, ja, de blokken kwamen weg. Hé, dat goud moeten we ook meenemen, hè? Hashtag Team Geel. Ja, dat is voor jou, hè? In Geelstad moet wel iets van geel te zien zijn, natuurlijk. Maar mijn pickaxe is weer bijna kapot. Oh. Ja, pickaxe is nu alweer bijna kapot, jeetje. Ja, ik heb echt superveel iron, dat wel. Oh jee, kan jij die goud verpakken? Die valt hier naar beneden. Ja. Ja, we kunnen dadelijk wel even weer terug naar onze hub. Hè? De hub waar we die Ik heb 39 iron, dus we kunnen al gewoon een full setje maken. En tools. Oh, kom hier. Kijk, oké. Okay. Kijk, dit loopt nog helemaal verder. Oh, kijk eens aan, top! Ja, dit is echt heel erg nice. Ja, laat de creeper maar. Ja, die willen we eigenlijk killen, want misschien kunnen we TNT maken. En dan kunnen we. Oh, oeh. Oeh, dat was dichtbij, hè? Ah, we krijgen geen... Geen gunpowder. Nee, helaas. Oh, het stopt hier wel heel snel. Ja, hoe kunnen we echt geen enkele diamonds er tegenkomen? Ja, het zit niet mee. Normaal vind je echt wel een diamond dan. Ja, nog grappiger zelfs. Nog geen kool. Nee, dat is echt bizar.
Ik was net ook in een heel stukje van normaal cobblestone, daar kwam ik het ook niet tegen. Trouwens, bro, we zitten op de kleurstad survival. We kunnen straks gewoon wat iron kopen en dan kopen we daarmee... we gaan iron verkopen en dan kopen we daar wat kool mee. Dat kan ook, ja. Ja, dat is gewoon top. Ik denk dat kool niet zo duur is, namelijk. Oké, zo, hoppakee. Kom eens mee, want er komt ook nog hierheen. Ik heb ook al 22 iron, trouwens. Hoppakee, kijk eens aan. Even kijken. Mag ik meedoen? Ja, dat kan. Play.kleurstal.nl staat rechtsboven in beeld. Join die IP. En als je PE speelt, Pocket Edition, dan moet je ook even de port 19132 invullen. Join ook even de Discord. Daarin staat ook beschreven hoe je kan joinen. Als je er niet uitkomt, kan je daar ook vragen stellen aan de staff members. We hebben mensen die dan je willen helpen. Dus op de Discord kan je ook hulp zoeken. Waar moeten we heen, bro? Je zit hier een beetje te... Ja, ik dacht dat dit verder liep. Helaas niet. Nee, dat niet, nee. Nou, zullen we weer terug naar boven een beetje? Als je trouwens eten nodig hebt, ik heb echt heel veel gekregen. Oh, ik kijkers. Heb ook nog meer dan genoeg. In die starter pack zit volgens mij heel veel steak. Ja, 16 normaal, maar ik heb echt stacks. Oh ja, ik heb ook ik heb ook meer dan genoeg. Dit gaat... Ja, dat is een rondje. Ja. Loop je nou. Dat, ja. Even kijken. Zo, kan ik naar boven. Zo. Anders loop jij alvast naar boven, dan kan ik je altijd nog TP'en. Ja, precies. Dan check ik hier. Zie hier nog wat extra iron, die wil ik wel meenemen. Ja, hier is ook nog iron trouwens. Zo. We zijn echt wel een stuk naar boven gegaan, want hier heb je ook weer cobblestone. Ja, precies. Zit op. Ja, we zitten hier weer boven de... Op 2 zat ik. Even kijken, ik kan hier ook helemaal naar boven natuurlijk. Oh, je bent al helemaal daar. Kool! Ik heb kool. Nice! Ja, dan moet ik wel even eindelijk nog, maar ik zie het al. Ga je gaan. Even kijken. Oké, dan moet ik dit hier weghakken. En dan dit hier weghakken. En dan plaatsen we hier even een blokje. Zo. Dat is wel een fijne lift hier. Ja, hallo. Dat is heel fijn. Staat bij je. Oh, daar is inderdaad heel veel. Ja. Ja, doe het gewoon zo. Oh ja, dat kan ook, ja. Ja. Je hebt gelijk ook. Daar met jij pro-speler, hè. Zo, hoppakee. Ja, we moeten wel gewoon naar beneden gaan straks. Voor de... Want de hub zit meer beneden, zeg maar. Waar we de oven hebben staan. Ja, we moeten eerst maar eens terug zien te vinden. Dat is ook een leuke. Kijk, jij hebt ook wel kool opgepakt volgens mij, of niet? Ik heb 5 kool opgepakt zelfs. Ja, top. Ja, mijn inventory zat vol. Hoppa! Oh, vandaag. Woe! Jeetje. Woe! Even kijken, heb je hier ook al meer gekeken? Nee, ik heb verder nog niet heel veel gekeken. Ik ga even hier gewoon kijken of hier nog kool zit. Hier zit wel iron. Ja, maar mijn pick is echt bijna kapot. Ik heb weer kool gevonden. Nice, oké, dat is perfect. Dan kunnen we denk ik wel alle iron mee smelten. Eerlijk, dit is echt... Echt, waarom? Dat is altijd met kool. Als je eenmaal één kool vindt, dan vind je gewoon heel veel kool. Ik heb dat altijd. Elke keer. Als ik een nieuwe Minecraft wereld vind, begin, dan zeg ik, oh, ik moet even wat kool krijgen. En dan vind ik een manier en dan heb ik het eenmaal gevonden. En dan is het, hier is kool. Het is gewoon niet leuk. Kool en ik hebben een haatrelatie, een haatliefde. Ja, precies. Nou, hey, kom eens naar mij toe. Ik weet misschien nog de weg terug. Geen garantie. Oh, maar hier ligt nog heel veel iron. Ja, hak jij het? Want ik heb echt mijn pick is echt bijna kapot. Ja, ik ga het hakken. Even kijken. Ga jij pakken? Zo. Of ik pak het, als jij het niet wil pakken. Oh, ik dacht je laat naar beneden vallen. Ah! Oké, ik had niet verwacht dat ik daar naar beneden wil. Oké, wacht. Ik schenk even wat drink in, want ik heb dorst. En ondertussen ga ik zeggen... Jasper, bedankt voor het abonneren. Tibe K3Fan heeft ook geabonneerd. Heike heeft geabonneerd. Davy Pols heeft geabonneerd. Mikatero, Lucas, Boerstijn, Mikatero 3. Dat zal wel zijn tweede account zijn. Gamer, Jamie 2015. Daro Gaming, Pascelle, Sloep. Olietje, Grabielle van Mick. Mario en Monique de Vocht, Jason 00. Davy Bossen, Vigo Heijmans. Kai Efteling, Telo Gaming, Ronald Sturm. Dankjewel allemaal voor het abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan. En dan kom je in beeld. En dat was even een slok voor mijn drinken. Ja. Lekker gehydrateerd blijven. Ja, dat is wel belangrijk. Zeker. Dat hoeft in Minecraft niet. Daarom vergeet ik het soms. Ja. En join natuurlijk ook even play.kleurstal.nl.
play.kleurstad. Ja. Hè? En ga even allemaal lekker de Skyblock of de OneBlock spelen, jongens. Dat is ook gewoon heel erg leuk. Ja, de OneBlock zit er ondertussen ook al veel mensen in, hoor. Ja, maar OneBlock is echt heel leuk. En ik zou zeggen, oprecht, ga even die OneBlock proberen. Want ik ga een serie doen op OneBlock. Binnenkort op mijn YouTube-kanaal. Ook op deze server. Dus misschien is het juist slim om OneBlock alvast te doen. Ik volg jou maar gewoon pro, hè? Ja, ik weet het echt niet. Ik dacht dat ik hem wist, maar ik weet het echt niet. Nou, jullie hebben wel weer iron. Ik neem gewoon al het iron mee die ik tegenkom. Ja, ik denk dat dat we hier gewoon naar beneden moeten. Ja, hier kunnen we naar beneden. Ja. Wacht, hier kwam ik ook vandaan. Ik weet het weer. Ja, je moet gewoon bijna alsmaar naar beneden, volgens mij. Zo, hoppakee. En dan was hier dat stuk met dat water waar jij naar boven ging. Ja. En dat water heb je weggehaald. Ja, en dan kwamen we hier dus vandaan. Oké, hij weet het echt heel goed. Zeg maar, ik raak best wel vaak de weg kwijt in Minecraft. De enige plek waar ik nooit de weg kwijt raak, dat is Kleurstad. Is een Kleurstad. Ja, dat ken ik echt uit mijn hoofd. Oh jee, oké, ik heb je hulp nodig. Oké, wajo. Gaan die creepers hun laten opblazen, boom. Oh, oké, of jij kills gewoon allebei. Zo, hey, nu hebben we wel gunpowder al volgens mij. Ja, precies. En dan, hier is ergens onze ingang dan. Echt jongen, ik heb zin om Giel. Gizo! Zou TNT wel werken bij Giel? Je hebt een regenboogsleutel gekregen. Ja, we kregen toch een sleutel? Oh ja! Heb je dat niet gezegd? Ik ben dat helemaal vergeten te zeggen. Oh ja, iedereen die online was in de server... Ja, maar ja, weet je, uiteindelijk was de survival toch vol. Ik heb alleen die regenboogsleutel niet gekregen volgens mij, want mijn inventory was vol. Oh jee. Dus misschien dat ik nog ergens op kan halen, ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Dat is wel een beetje jammer. Ik hoop niet dat meer mensen dat hadden. Kan je even kool in de fornuizen doen? Even kijken. Ja. Zo. En dan doe ik dat ook in die andere. Zo. Hoppakee. Dus even kijken. Dan verdeel ik ook heel netjes mijn raw iron. En pro. Wij kunnen daar allebei een volledig setje diamond armor maken. Ja, als je dus joint, dan kon je dus een key krijgen. Alleen die kreeg je niet als je in de lobby zat. Dus dat is wel een dingetje. Dus je moet niet in die lobby zitten. Maar maak je niet druk, want dit gaat nog vaker gebeuren. Ja, dit gaat zeker vaker gebeuren. En je kan ook die keys uiteindelijk kopen met kleurcoins door middel van opdrachten te doen. Echt, bro, laten we eens slash opdrachten. Oh nee, wacht, dat zit hier niet. Even kijken, als we hier op het ding drukken. Beloningen. En dan speelt hebben. Oh nee, de opdrachten zitten. Ik laat maar zitten. Volgens mij zitten de opdrachten alleen in de OneBlock en de Skyblock. Het is ook allemaal nieuw voor mij. Even kijken. Ranked beloningen. Dat heb je natuurlijk. Speelpas was het. Er zitten wel opdrachten, maar ik was bij de verkeerde. Als je naar de Sky of de Survival menu gaat, je drukt op speelpas. Dan heb je speelpas opdrachten, zie je dat? Ik zie het, ja. En bij mij, ik moet scheer 3 schapen doen. Snij 5 pompoenen. En laat 2 schapen breeden. Oftewel dat je weer een klein schaapje krijgt. Ik moet 5 levels omhoog. Dus als het goed is, nog maar 1 level. Ik moet 5 pumpkins snijden. En ik moet 2 melkbuckets krijgen. Je ziet daaronder vooruitgang. Oh, even kijken, de vooruitgang. Ja, ik moet nog 1 level dan. Ja, en als je op je hoofdje kijkt, dan zie je dat er over 6 uur en 7 minuten weer nieuwe opdrachten komen. Perfect. Oh, hoeveel kleurcoins heb jij? Kleurcoins? Ik heb er maar 100. Heb je er 100? Ik heb er 100. Ja, ik heb er dus echt 8000. Maar dat vind ik een beetje stom eigenlijk. Volgens mij kan ik hier set. Ik ga even mijn kleurcoins wegdoen. Ja. Dat is ook eigenlijk beter. Zo. Ik weet niet hoe dat moet. Oh! Goed gedaan, pro-speler. Plus 5 kleurpunten en plus 10 kleurpaspunten. Ik ga even vragen of ze mijn kleurcoins kunnen naar 100 zetten. Want dat is natuurlijk wel hoe het moet. Ik heb heel veel kleurcoins gekregen om het te testen. Ik had mijn opdracht voltooid. Oh, en jij hebt nu kleurcoins gekregen? Ja. 5 kleurpoints gekregen. En ik had ook punten gekregen, volgens mij, voor de speelpas. Oh, oké. Niet verkeerd, hè? Nee, zeker niet verkeerd. Ondertussen gaan die iron al hard, volgens mij. Jij zit gewoon al die iron hier te nakken. Ja, ik zit al die iron te pakken. Jij bent zo druk bezig. Ja, ik pak hier. Nou pak ik ze. Oeh, ik had er nog maar 4 nodig. Ik had bijna.
Even kijken. Ja, gelukkig zijn er genoeg in de over. Meer dan genoeg. Even kijken. Iron pickaxe maakt nog even extra. Dat is wel handig. En dan maken we hier even... Oh, waar? Ik heb natuurlijk geen... geen chestplate nodig, want die heb ik al gekregen. Of ja, die heb ik uit zo'n... crate gekregen. Is die beter? Bro. Wel teruggeven. Oké, ja. Ja, dit is wel echt... Kijk maar eens. Kijk maar eens hoe goed die is. Yeah. Hé, hey, dankjewel man, hier. Nee. Oké. Nee, ik zal eerlijk zijn. Dit is niet de vertrouwen die we in kleurstad willen. Nee, dat klopt. Nee, je hebt gelijk. Geelstad, bedoel ik. Even kijken. Stel wel weer even de iron. Ja, dat mag. Hier, pak jij je... Zo, ik heb fully iron. Zo, ik ben nog alleen schoenen. Kijk eens aan. Even kijken. Oh, bij jouw pakje deel ook wel echt vet uit. Ja, ik ga kijken straks. Zo, hoppa, boom. Oh ja, ik zie het al. Boom. Kijk eens aan. Oh, het past ook wel een beetje bij mij, zo'n gele chestplate. Ja. Even kijken. Zal ik dan ook nog even een iron zwaard maken? En misschien een schild. Doe maar iron axe maken. Heb je veel, is veel sterker. Een iron axe is sterker, ja? Als iron zwaard. Ja, ik wist dat niet eens, joh. Zo, oké. Iron axe. Kijk eens aan. Boom. Bij diamond maakt dit niet meer uit. Dan kun je wel een diamond zwaard maken. Even kijken. Ja, maar de speed per... Ja, de attack speed. Ja, je bent iets slower, maar je killt gewoon alles super snel dan. Even kijken. Wil je mijn naam zeggen? Jens. Alsjeblieft, Jens. Doe ik. Ja, wel even de abonnees erop noemen, hè. Ja. Santino Fennetje is net geabonneerd. Dat staat nu ook in beeld. Anton Jonkman. Dankjewel. Mr. Up on the Hill, YouTube-fan MC, Armin Mohammed, Wes en Mari van der Hatert, Jasper. Dankjewel allemaal. Hey, kan je ondertussen voor mij even een schild maken? Weet je wat ik ondertussen even doe? Eigenlijk even een prullenbak hebben of zo. Ja, dan moet je hebben. Oh, jij doet het hierin. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Zo. Hier, alsjeblieft, die schild. Ik maak nog even één extra... pickaxe. En ik ga er vandoor. Ik ga even diamonds halen. Ja, dat doe ik. Het is wel mooi geweest. Ja, ik ga mee. Ja, ik ga aan die andere kant wel. Daar moet ook wel een mine te vinden zijn. Ja, ik ga hier gewoon echt... Ik ga niet stoppen totdat hier een mine kunnen we hebben. Kunnen we een warp zetten hierheen? Wat bedoel je? Of een home? Ja, we kunnen wel slash set home doen hier. Ja, doen even hier set home. Slash set home. Hoppa! Je hebt momenteel een home gemaakt met de naam home. Oké. Okay. Toppie! Oké, nou dan als we nu slash, even kijken, testen, slash home. Ah, kijk eens aan, dan krijg je dit menu en dan, hoppa, zijn we hier. Oké, dat is wel echt heel handig. Mick, er is een Sinterklaas in de server. Ik zit even de chat van de server te lezen. Oh, je kleurcoins zijn ook reset. Ah, kijk eens aan. Oké, dan is het wel weer een beetje normaal. Ik heb nog wel één ding stiekem gekocht met kleurcoins. Een generese auto. Valspeler! Ja, een generese auto. Oh, dat mag wel. Ja, ik wil gewoon een auto. Nee, dat snap ik. Dat snap. Zo, hoppakee. Wacht, dus als ik nu het gewoon slash spawn doe. Ja, dan ben ik bij de spawn. Wacht eens even. En als ik dan nu slash home. Boom. Ben ik bij de home. En dan weer slash spawn. Ben ik bij de spawn. Oké. Toppie. Even bij de spawns kijken. Wat kan ik allemaal met kleurcoins kopen? Geld. Je kan geld kopen. Even kijken. Kan ik meer sleutels? Oh, we kunnen 100 kleurcoins best veel hoor. We kunnen een regenboogsleutel daarmee kopen. Weet je zo. Dat? Nou, dan kun je hem halen, want je had hem niet gekregen. Ja, even kijken. Voertuigen. Oeh, mijn auto was 750 kleurcoins. Oeh. Ja, ik heb die gewoon. Ik ga ook eens even kijken in de lobby van de server ondertussen. Ik ben gewoon even benieuwd hoe het er aan toe is. Het is echt ontzettend druk. Jongens, ga ook gewoon lekker die OneBlock spelen en die Skyblock. Dat is ook gewoon echt superleuk. Ik vind OneBlock vooral altijd heel erg leuk. En jeetje, ik zie nu ook de mensen die hier allemaal joinen. Het is niet normaal. Ik ben ook wel van de OneBlock eigenlijk. Ja, OneBlock is leuk, hè? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja, en deze OneBlock heeft ook minions en zo. Maar zoals ik zei, wij gaan OneBlock, ik ga een OneBlock serie beginnen. En ik denk dat Pro ook wel een paar keer meedoet. Natuurlijk. En dan kunnen wij bijvoorbeeld zo'n minion kopen die kan minen, weet je wel? Hoef je zelf niks meer te doen. Nee, en die gaat dan geld verdienen en dan kunnen wij allemaal spullen mee kopen en zo. Dus dat is wel heel erg vet. Hé hey, jongens, iedereen die mijn stream kijkt en in de lobby is op dit moment.
Kom hier even helemaal hier zo. Kom hier even hier staan. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen, zeg maar, de stream kijken. Kom even allemaal hier in het hoekje zo staan. Ik ben echt benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Waar is Noob? Noob die is, als het goed is, met Giel bezig. Nou, er zijn heel veel mensen die de stream kijken, zie ik al. Even kijken. Ik zal eens kijken. Gaat het allemaal goed met Noobie en Giel? Even kijken hoor. Noob en Giel zijn ook live. Nou, zo te zien gaat het wel goed hoor met de twee. Wat een drukte hier. Oi, 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 oi. Ja, ondertussen zit Pro even voor mij te wijnen. En dan zit ik gewoon met de kijkers te chillen. Ik merk wel, nu ik in de lobby hier ben, dat de spelersaantal goed omhoog schiet. Dus hey, join snel, play.curse.nl. Kan je mij even zien in de lobby? Kunnen we even die 450 spelers aantikken? We moeten nog 38 mensen online. 450 spelers, zou het toch vet zelfs wat kunnen halen? Kun je ook even een leuke screenshot met hem maken? Mick, ik wacht al 2 uur in de lobby. Ja, dat is wel een ding. Dat is wel een ding. Ja. Ja, je kan even, ja precies. Je kan trouwens even een screenshotje met mij maken. Ja, en als je slim bent en je wil dus echt heel graag die survival spelen, dan moet je gewoon even, het beste wat je kan doen is heel vroeg wakker worden. Snel die service joinen en gewoon een van de eerste zijn. Kijk, wanneer wij live zijn is het waarschijnlijk gewoon heel erg druk. Dus ja, als je dan wil joinen, dan is het gewoon heel moeilijk. Want er kunnen niet zoveel mensen in de server als we willen, zeg maar. Het is echt insane hoeveel mensen er online zijn, snap je? Ja, het is denk ik ook wel heel moeilijk om met mij een screenshot te maken, want... ja, als jij gewoon een beetje omhoog vliegt. Ja, precies. Ik vlieg een beetje omhoog. Of op een platformpje gaat staan of zo? Ja, ik ga bovenop het portaal staan. Van de OneBlock. Zodat iedereen de OneBlock joint. Join allemaal de OneBlock! Come on, jongens! Oké, nou weet je, ik ga weer lekker survivalen. Als ik hier slash home in tik, nee dat werkt niet. Dan moet ik eerst naar de survival. Ja, jullie moeten via de portaal. Maar ik moet, ja, ik kan niet zo lang wachten. Dat zou een beetje saai zijn voor de livestream, dus ik kan dit doen. Dit kunnen jullie niet, het spijpen. Maar ik wil. Zo, hoppakee, en... Boom! Oh. Oh, ik... Ik kan het nu ook niet, ik kan niet joinen. Oh jee. De server is vol. Kom in rank met priority. Hey, maar ik heb YouTube Rick. Come on, bro. Misschien is het dus zo, het is zo druk dat ik niet eens meer de survival inkom. Pro, als je even op mij wacht. Dan hoop ik dat ze het straks fixen. Ik heb het al voor je aangevraagd. Oi. Nou ja, dan moet ik maar even lekker ook gaan chillen in de lobby. Moet ik ook maar gewoon gaan wachten. 1 pro, ik hou van Mick. Oh, wat lief dat je dat zegt. Ik heb echt lekkere muziek op, hoor. Ik heb echt een lekkere muziek op. Ah, kijk eens aan. Ik zit erin. Toppie. Slash home. Hoppakee. En boom, ik ben er. Heb je al diamonds gevonden, pro? Nee, ik heb wel een nieuwe cave gevonden, maar geen diamonds. Het zit niet mee, Mick. Ah, jammer. Maar, oh, je bent mijn kant gegaan, of niet? Nee. Oh, ik ben de verkeerde kant op gegaan. Even kijken, ik doe even leave queue, natuurlijk. Want ik zit nog wel in de queue. Zo, dan ga ik daar even uit. Dan kunnen andere mensen ook joinen, natuurlijk. Even kijken. Kun je mijn naam zeggen? Omar. Even kijken. Abonneer ook even op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Dan doe ik even dat duimpje omhoog. Even kijken, hoeveel duimpjes omhoog zijn er al op deze stream? We zitten op 841 likes. Super nice. Heb ik hier trouwens niet die chat? Oh, ik heb hier gewoon de chat. Sorry, dat was... Ik stream niet heel vaak en ik ontdekte iets. Diamonds! Hey, let's go! Diamonds! Oh! Wij hadden toch echt superveel troep eigenlijk nog? Hoe bedoel je? Ja, we hadden toch die hele chest gevuld met allemaal dingen? Ja. Ik heb nog best wel wat dingen. Volgens mij als je... slash verkoop of zo. Nee. Je kan voor... Oh, ja, het waren er maar 2! Oh, het waren maar 2 diamonds. Maar je kan dus... we kunnen in principe wel wat stenen zo verkopen. Ja, ga los. Zal ik dat deep slate verkopen?
Willen we ja, als je, spreken? We kunnen dat ook. Ja, zeg je het maar. Het maakt voor mij niet zoveel uit. Je kan ook gewoon wat iron verkopen, want we hebben allebei full iron, toch? Ja. Weet je, ik ga gewoon even 64 deep slate verkopen. Gewoon om te laten zien hoe het gaat. Dan gaan we naar de zilverwinkel. Dan gaan we naar blokken, want het is een blok. Even kijken, dan zie ik hier koppeld deep slate. Dat hebben we hier. En dat kunnen we hier verkopen. Kijk eens aan. Dan gaan we naar... oh nee, dan doen we je op annuleren. Dan moet ik rechtermuisknop doen. Oh nee, dat hoeft niet eens. Ik kan ook op mijn normale muisknop drukken. Volgens mij. Oh nee, wel rechtermuisknop. Wel, je moet wel rechtermuisknop doen. En dan kan ik hier verkoop alles. Zo. En kijk, dan heb ik 64 deep slate verkocht voor 64 euro. Dus 1 deep slate is 1 euro. En dan heb ik 122 euro in plaats van... wat had ik net, 60 euro of zo. Hoppakee. Ja, dus dat kan jij ook doen, bro. Ja, koop even wat diamonds voor ons. Zal ik eens kijken of een diamond kost? Is een stukje te duur. Ja, kijk eens even. Het zal wel een stukje duurder zijn. Diamond is een mineraal. Oh, je kan diamonds niet kopen. Ah. Ja. Misschien ook wel beter zo. Ja, dat is misschien wel beter, ja. Ik kan diamonds niet kopen. Ik kan het wel verkopen. Even kijken. Waar kan je het typen? Je moet gewoon naar servers of multiplayer gaan. Als je Minecraft opstart, moet je naar multiplayer gaan. En dan moet je gewoon naar server toevoegen. Server toevoegen en dan de IP indrukken. Er komt binnenkort trouwens een video op Giel's kanaal waar we echt alles heel goed uitleggen. Dus als je er nu niet uitkomt, volgens mij komt die video morgen op Giel's kanaal of overmorgen. Nee, morgen trouwens. Ja, morgen. Morgen komt een video op Giel's kanaal. Daar leggen we echt alles uit. Hoe alles werkt. Hoe je dingen verkoopt. Hoe je gebied claimt. Etcetera, etcetera. Dus daar komt nog echt een hele mooie en goede uitleg. Dus dan weten jullie dat. Even kijken. Wil je mijn naam zeggen? Stan. Hallo Stan. Mick, is stelen verboden? Niks is verboden. Oh. Ja, voorbij. Weet je, als iemand zijn gebied niet heeft geclaimd, dan kan je stenen. Dat is de realiteit. Mm-hmm. Ah, ja, doe wel, hè. Even kijken. Kan je Giel laten zien? Ja, als je Giel wil zien, moet je gewoon naar Giel's kanaal gaan. Die is ook aan het livestreamen. Ja, we zijn allemaal aan het livestreamen. Behalve ik. Behalve pro, ja. Behalve pro. Zouden we even bij Giel kunnen joinen? Even vragen hoe het met hem gaat. Dat kunnen we doen, ja. Ja, toch. Dat is wel even grappig. Even doen? Gaan we even naar Giel toe. Hallo, de survival. Hallo Giel. Oh, hallo. Zijn jullie er weer? Jullie zitten te verstoppen voor ons, hè? Wij hebben al diamonds. Ik ook. Wat, ik ook. Heel veel zelfs al gewoon. Veel meer dan jullie waarschijnlijk. Hoeveel hebben jullie er? Maar heb je het zelf gehakt? Ja. Ja, maakt niet uit. Dat maakt wel uit. Dat maakt wel uit. Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit, jongens, maakt niet uit. Ah, ik heb zijn het wel zelf gehakt. Ik ben helemaal aan het profiteren. Houd toch op, wij zijn echt de meest... Wij zijn het heel legit aan het doen. Ja, ja. Ik ben helemaal naar Bedrock naar beneden gehakt. Ja, ja, ik heb diamonds gevonden. Ik en Mick hadden echt een hele pro-actie gedaan. Want wij hadden... Mick die had iedereen weggeleid. Toen ben ik onder de grond gegaan, heb ik het afgesloten. Toen is hij naar mij getp. Dus wij zijn helemaal alleen kunnen gaan survivalen. Oh, ja. Dat is... Ik versta geen nerd. Oh. Jeetje. Nou, wij dachten wij komen gewoon even gezellig hierheen, maar we kunnen ook weer gaan hoor. Nee, grapje. Ik vind het leuk dat jullie er weer even zijn, maar kijk, waar zit jullie huis nou? Want ik ben het... We hebben nog geen huis. Jullie hebben gewoon nog geen... Nee, we zijn eerst even echt op de pro-manier. We willen eerst even genoeg bouwmaterialen. Ja, nee, ik snap het. Dat hadden wij misschien ook wel moeten doen. We hebben al full iron en zo. We hebben al een tractor. Hoe heb je zoveel kleurkoois? Die had ik al. En je kan ook opdrachten doen, Mick. En de noob heeft toen net verdiend met opdrachten. Ja, Mick is eerlijk geweest en heeft vals gereset. Ja, ik heb mijn kleurcoins gereset. Giel, heb jij vals gespeeld? Nee, dat is niet vals spelen. Ik had ze gewoon, letterlijk. Ik had ze gewoon, serieus. Een tractor, die kan je... Ja. Die tractor is wel heel moeilijk om te krijgen met de opdrachten die er nu nog zijn. Ja, nee, maar dat is zo gegaan, want... ik had de tractor, zeg maar, en die keek mij aan, en toen dacht ik, die koop ik. Maar die verkoopt jij toch ook uit jouw huis? Dus er moeten echt wel minder mensen hier gaan staan, want ik leg hem helemaal met de tractor. Ja, dat nou... Ik heb nu even één rondje gereden over het veld. Dan zal ik eens even laten zien aan jullie hoeveel coins ik heb nu. Ik wil nog wat opdrachten Hoppa. Doen. Hoppa, let's go. Waarom vind ik geen cave?
geen cave. Dankjewel! Ja, ik wil een cave vinden. Ik wil nog wat meer. Wat zijn jullie allemaal aan het hakken? Ja, wij willen alles. Wij hebben al full iron allebei. Oh, woe, dicht. Ja, wij gaan ervoor zorgen dat we jullie daar... We hebben ook al een paar creepers gekillt, zodat we misschien wat TNT bij jullie kunnen laten exploderen. Wat? Nee, dit TNT! Doe het niet door, doe het nou! Kom op, laat het wel gewoon gezellig houden. Wat is dit? Ja! Gezellig houden? Jij noemde ons net nerds. Oh ja! Ja, is je alweer vergeten, hè? Die zei nerd, nee, zei die wel. Oké. Ja, maar het is best grappig, toch niet? Oh, ik ja, moet nog één schaap maar leren. Nee, sorry, het spijt me, oké? Het spijt me, jongens, echt waar. Ik zweer het, dat het me spijt, oké? Het was niet de bedoeling. Ik wil gewoon lekker vredig. Ja, we willen geen ruzie meer. Jullie mogen zelfs bij mij komen wonen. Ik heb nog geen paarse blokje geplaatst. Oh, de schaap is weer geruimd. Nee, omdat je nog geen paarse blokken hebt. Maar ik zou dat in principe... Kunnen we niet? Als we lekker met z'n allen een stad bouwen, dan heb ik daar ook echt wel genoegen mee. Hoor. Dat maakt niet uit. Dan kunnen we lekker allemaal een eigen huisje bouwen bij elkaar. Dat is toch veel gezelliger? Hey, dit is wel attent. Dit vind ik wel leuk. Ja, we moeten vrede in Kleurstad. En weet je, nu jullie zulke goede blokken hebben, denk ik ook van ja, dan is het eigenlijk ook best handig om jullie erbij te hebben. Ja, precies. Ja, wij zijn dan gewoon een hardwerkende mijnwerkers. Heel gezellig. Hey, ja, jongens. Wij zijn hier een soort van boerenlandschap aan het maken. Echt met superveel jongens. En met de tractor dus. Oh, dat gaat zo. Ik zie nou dat gele dye is net zo duur als paarse dye in de shop. Maar eigenlijk ik denk dat gele dye wel 1 euro duurder moet zijn. Nee. En blauwe dye moet 100 euro zijn. Wil jij minder mensen zijn. In het geel zien of zo? Wat is er nou weer? Nee, geel is gewoon wat bijzonderder, weet je wel. Kom op, jij hebt al de meeste gele armor als die mensen aan hebben. Ja. Dat is niet waar, het is gewoon 50-50. Alleen voor mij valt van meer op. Chestplate is groter. Ja, zo hoort dat. Precies. Nou, geluksvogel. Anders gaan mensen... Nee, anders waren er nooit zoveel spelers. Mick, wij moeten gewoon de filosofie van de server even... Bij de lurven pakken en overnemen, ja? Oké, je ziet het allemaal mensen in geel met paarse pakjes, oké? Dus wij moeten samenwerken. Dat is eigenlijk wat de server ons vertelt. Ik heb die paarse pakjes, ik heb mijn paarse pakje al gelijk uitgetrokken. Dat moet eigenlijk iedereen gewoon doen. Ja, ik heb hem ook uit. Ik heb zelfs groene schoenen gewoon. Oh! Heb je groene schoenen? Ja. Dat komt omdat je hier allemaal zit te lopen hier, hè? Slotschoenen. Ja, daar was een beetje vies van, inderdaad. Jeetje. Misschien moet ik even Stino en Torben ook even aan de gele kant. Nee, kom op, jongens, er moeten geen kanten zijn. Laten we eens allemaal naar de grote stad. Okay. Jongens, wat vinden jullie in de chat? Wat vinden jullie? Okay. Wat vinden jullie in de chat bij mij? Zegt, jij hebt de tractor gecheat. Wij doen niet met cheaten. Nee, dat heb ik niet gecheat. Hoe heb je dan? Ja, gewoon, ik had gewoon kleurcoins. Ja, ik kon ook niks aan doen. Hoeveel kleurcoins heb jij? Ik heb alles gereset, hè? Hoeveel kleurcoins heb jij dan? Ik denk dat je dat gewoon krijgt bij YouTube Rank of zo. Ik weet niet, je krijgt bij een rank. Nee, helemaal niet. Want ik heb ook geen kleurcoins. Als jij zeg maar vraagt of dat je gereset wil worden, dan... Ja, dan dat is toch eerlijk? Nee, jij moet ook eerlijk, Giel. Ga naar 100. Nee, ik wil best nu naar 100. Prima. Ja, doe. Dan heb je je tractor nog. Ja, dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Ik heb er ook nog 517, maar ik heb dat koeien gemolken daarvoor. Zet me maar naar 0 kleurcoins. Ja. Server, zet me naar 0. Maar min 1000, kan dat ook? Is goed. Met 1000! Gewoon naar 0. Nee, met 1000 is toch prima? Met 0! Nee, niet min 1000. Dat is niet leuk. Dan moet hij allemaal weer gaan verdienen. Nee. Ik kan het ook niet, maar ik heb net koeien gemolken voor kleurcoins. Noep, jij mag wel gewoon... Geef de noep. Ik heb 0 kleurcoins nu, jongens. Okay. Het is gelukt, het is jullie gelukt. Nou, maar je hebt kan die server ook even die tractor afpakken? Nee, dat moet ik niet doen. Ik ben hier voor onze stad. En ik zei toch ook nee. Ben ik alleen hele farm aan het maken zodat wij lekker kunnen tractoren. We hebben wel. Ik ben al mijn kleurcoins al kwijt. Ja. Nee. Ja! Ja, maar dat is toch gewoon eerlijk? Ja, dat is wel eerlijk. Maar ik vind het wel heel leuk dat wij jou een tractor hebben. Toet! Ja, ik heb echt geen gele sportwagen hoor. Nee. Ah, nee, een gele sportwagen! Hij heeft wel een gele sportwagen! Ja, maar die heeft geen effect, weet je wel. Hoezo? Hij heeft nou een gele sportwagen, terwijl... Wat zit je mij nou te beschuldigen? Nou, tractor is duurder dan een gele sportwagen. Weet je wat, Mick, maakt mij allemaal niet uit. Doe lekker je ding, we gaan niet allemaal ruzie maken. Maar ik vind samen één stad wel een beetje overdreven. Nee, dat is leuk. Dat is toch leuk. We kunnen toch beginnen met één stad. En als je het echt heel vervelend vindt, dan kun je altijd nog een stukje verder gaan. Ja, dat kan. Het is sowieso leuk als onze steden gewoon, als je die kan zien vanaf elkaar. Ja, we kunnen toch gewoon twee steden naast elkaar bouwen. Leuk. Ja, we gaan maar lekker naast ons bouwen. Ja. Dat mag toch wel. Hier is nog een schaap.
Die moeten jullie scheren, jongens. Jullie moeten schapen scheren voor de opdrachten. Even kijken, ik ga eventjes dit allemaal verkopen. Oh nee, niet die skeleton skill. Als we samen... Oh! Oh, diamonds. 208, jongens. 208. Hé, Wat wilde je zeggen, Mick? Volgens mij heb ik pro diamonds gevonden. Ik heb 8 diamonds uit de regenboog crate. Oh! Ja, die heb ik net ook. Dat is echt toevallig. Ja, ik kreeg dus die key niet. Echt niet? Nee, mijn inventory is wat vol. Ja, lach maar. Hier. Ja, nee, lach maar. Nee, zo bedoel ik het niet, maar ik vind dat het jou weer overkomt. Hey, Mick, even tegen update. We hebben nou gewoon 10 diamonds, hè? 10 diamonds? Ik heb er 8 gegraven zelf. Nou, weet je, ja, Pro... Ik heb gewoon diamonds gevonden. En met een goede pickaxe weggehakt zelfs. Waar zijn jullie eigenlijk, Mick en Pro? Ja, ik zie jullie helemaal niet. Pro, zullen we gewoon beginnen? Zo. Ik ga even obsidian halen, dat we gelijk een enchanting table kunnen maken. Een enchanting table? Een enchanting table. Dat is wel een goeie. Dat is een hele goeie. Moeten we dan, wat moeten we hebben? Kunnen we ook een prullenbak maken, misschien met lava? Ja, ik heb twee buckets mee. Oké. Nice. Ik ga weer graven, jongens. Ik ga dit eventjes neerzetten hier. Ik ga wel even naar boven. Nee, stop. Wat doe je nou? Ik kom even bij jullie kijken. Oh, ik heb fly gebruikt. Ja, kom eens even kijken. Ik ben echt een mega groot farm aan het maken. Dit is echt niet normaal. Het is echt het grootste farm ooit. Ik heb hier... gaan we hier echt veel mee kunnen verdienen. Dan kan ik daar... Ik wil zeg maar zo'n groot farm dat ik alleen maar rond kan rijden en gewoon superveel... Ja, verdien zeg maar daarmee. We zitten zo diep in de grond. Dit duurt wel even voordat ik boven ben. Waar zijn jullie dan? Ik ga gewoon met jullie kijken. Kom op, Mick. Hey. Ja, ik vergeet die dingen. Ik heb je gevraagd, maar dat moet je wel accepteren. Hallo! Oh, ja, is goed. Nee! Ik ben naar iemand getipt. Oh jeetje. Misschien blijf stilstaan. Kijk even voorbij. Ik vraag het nog een keer. Ik heb al een verzoek. Ja, ik zie het. Hier. Hoppa. 3, 2, 1. Ja, nee, maar. Ik accepteer maar. Wow. Ja, ik kom al. Oh, serieus. Wow. Kijk, daar is hij. Wow, Mick. Ja. Ik heb nog een zieke chestplate. Ja, ik heb een key gekocht voor 4 euro. Ja, daar heb ik zijn chestplate uitgereden. Alleen die chestplate. Ja, ik vond hem zo mooi geel. Oké. Ja, nee. Is hij ook sterker? Kan ik jou dan wel slaan? Hij is netheruit. Jeetje. Ja. Oh, wow. Ja, hij is wel mooi. Het komt er netheruit. Ja. Wow. Ja, jullie... En dan mocht geel niet eens een tractor hebben. Hé, hey, ik heb dit zelf verdiend. Oh ja, dat is wel waar. Ja. Ja, dat is waar. Oké. Goed gedaan, joh. Geel, dat ook dik. Dat vind ik wel waar. Dankjewel. Dankjewel. Hé, maar dit is echt lelijk. Wat is lelijk? Dit is terug. Dit huis, dat was even voor het begin, want er stonden hier net zoveel mensen. Ja, we konden hier eens bouwen. Precies. Okay. Dat het gewoon best wel, Oké. Ik heb ook net een kwarts gekregen. Hoe? Ik zal eens even kijken, volgens mij, Giel, ben ik deze kant op. Welke kant? Wat? Die kant? Ja, hier staat toch die bomen, of niet? Dat kan wel. Volgens mij liepen jullie toen net in ieder geval die kant op, ja. Alleen toen ging ik jullie zoeken en toen kon ik jullie helemaal nergens vinden. Nee, want ik weet waar ik zit. Waar je zit. Kan ik weet ook waar ik zit. Op tractor. We moeten hout hebben, Giel! Waar is je tractor hout dan? Hout hebben? Ja, ik wil een bed maken. Er staan hier eventjes iets te veel mensen. Ik ga die tractor dadelijk even gebruiken. Volgens mij was ik hier ergens, maar ik ga hier raken. Ik ben alweer de pro. Ik weet niet waar jullie zijn, jongens. Ik ga hout hebben. Pro-speler. Oeh. Is Pro er nog? Hij kan me niet meer horen, volgens mij. Ja, ik ben er. Mick, ik... Team 3 op. Accepteer mij even. Ik accepteer, ja. Protection 5. Wat heb je aan een zwaar bij Protection 5? Wat heb je daar aan? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het ook niet. Nou, wel leuk. Even kijken. Waarom heb je protection op je zwaard? Ik weet niet welke kant wij zitten. Dat zal de grap zijn. Zitten wij hier? Misschien zitten we hier bij deze bomen. Span. En ik denk dus dat ik eventjes heel veel geld kan verdienen. Bro, waar zitten wij? Niet hier. Oh, er is hier iemand wat vliegen. Cool. Oh ja, je kan natuurlijk vliegen. Nu kan ik wel vliegen. Vliegtijd. Vliegtijd. Ja. Ja, kijk eens aan. En nu kan ik vliegen voor 9 minuten. Noobie! Ja? Ik ben aan het vliegen. Wow, ik kan ook vliegen. Dat heb ik geleerd. Ja, dan ga je tenminste niet af. Nee, ik ging net bijna vliegen naar beneden. Kijk, waar ben je, Mick? Oh, kijk. Hier is het. Oh, jullie zijn helemaal niet zo heel ver.
Nee, dat valt echt. Heb je gevonden? Oké, dan doe ik weer vliegtuig uit. Ja, als je hier naar beneden hakt, dan kom je er. Maar er is een of andere snipe die volgens mij stiekem naar binnen wil. Yo, wil je stiekem naar binnen? Dat mag niet. Zo. Dat mag niet, je mag niet naar binnen. Ik ga kijk het vol druk zetten. Kijk eens. Kijk. Oké, kom snel naar binnen. Kom snel naar binnen, Mick. Ja, zo. Kijk eens aan. Hoppa! Yes! Wow, ja. Jullie zijn echt super ver naar beneden gegaan, niet? Ja, ja zeker. Oh, wow. Jullie hebben ook nog gewoon iron. Jongens, ik heb... zaten bij jullie. Oh, iron? Ja, ik heb laten zien waar de mine zat, maar jij was er nog niet meer. Nee, ik was eventjes naar even mijn nieuwe zwaard uittesten, want ik heb echt zo goed zwaard. Ja, als je een beetje rondvliegt, dan zie je hem heel snel ergens een crafting table staan. Daar zit ja, zie ik crafting mine, table. Mine, wat? Jongens, gaan jullie maar lekker minen, oké? Okay? Ja, we gaan minen! Ik heb nog eventjes wat te maaien, wat weed te maaien hier zo. Ploepie, floepie. Ploepie, de floepie. Kom maar even mee. Je stoot je wel heel vaak je hoofd. Auw, poink, auw, poink, auw, poink, auw, poink. Oh, heel spoor laat hij achter gewoon. Oei. Oh, Pro is al beneden volgens mij. Ja, ja hey, hallo. Bro. Ja, kijk, ik kan hallo, ook gewoon hallo. Slash home doen, Noob. Dan hoef ik niet te lopen. Oh, hebben jullie het hier neergezet? Ja, ik heb hier een home neergezet. Volgens mij kan je zelfs meerdere homes neerzetten. Ja, ja. Ja, dat kan. Hallo, Noob. Hé, hey, er is nog iemand. Hallo. Ja, dat is Pro. Hè? Huh? Hè? Huh? Je stond net boven mij. Ja, ik deed slash home. Oh, home. Ja, kijk eens hier, Noobie, wat wij hier hebben. Niet meenemen, hè? Nee, ik zal het niet stelen. Ik zal er wel eens een cadeautje in doen, oké? Okay? Ik denk dirt. Ja, dat dacht ik. Mooi. Hoe heb jij nu al zoveel dirt? Heb jij een prullenbakje, Pro, met nou, lava? Nou, ik kreeg van iedereen jazeker. Cadeautjes. Kijk, kreeg dit ook. Top. Terwijl even dit kreeg ik voor ook de veiligheid. Oh. We hebben echt hout nodig, Mick. Ik heb al nether quartz. Jeetje, dat heb jij nog. Ja, je hebt iemand gekocht, denk ik. Ik heb hout. Je hebt hout? Ik heb hout. Hout. Houd. Ja, ik heb ook genoeg, maar... Daar houd ik van! Zijn jullie nou met z'n allen aan het minen of hout aan het hakken? Ik snap het niet zo goed. We zijn aan het minen. Oh. Zo, kijk eens aan je prullenbak. Ja. Pas op, Noob, we hebben een prullenbak bij je neergezet. Maar jullie hadden het over, ik houd ervan, ik denk jullie zijn... Ja, we hadden hout nodig. Noob, pas op, je loopt bij de lava in! Welke lava? Oh, hier is lava. Oeh, ja, nou, dan moet je wel wat gaan jullie maken van hout dan? Ja, wel, Pro had maar je kan ook gewoon spullen verkopen in de winkel, je hoeft het niet weg te gooien. Ja, maar die tools kan ik dan niet verkopen. Nee, oh ja, nee. Oké. Okay. Kom op, Noob, dat snap je toch wel. Ah, nee, ik snap dat toch niet. Wow, wat was die comment ook weer, Giel, van verkopen? Wacht, ik typ het even in de VK. Chat. Zo. Slash sell guy. Alleen dan niet met de hoofdletters, dat werkt niet. Maar dan kan ik gewoon alles ingooien en alles wat niet verkort kan worden, dat wordt dan gewoon niet verkort. Ja, precies. Wel, alles kan erin hoe gooien. Doe je dat? Goed, hè? Oh, dat is ja, heel ik handig. Heb net in de chat gezet. De chat? Ja, pannenkoek. Ik weet niet. Welke chat? In de chat! Ik heb er 5 chats openstaan, geloof ik. Jeetje, dat is wel heel veel. Ik snap er helemaal niks van de YouTube af en toe. Nee, niet in die chat. In je Minecraft chat. In de Minecraft chat? Ja! Daar heb ik het neergezet. Oh, kijk eens aan. Oh ja, ik zie het. 100, trouwens. Ik heb 113 euro gekregen. Crazy Karel. Jeetje, dat is veel. Dat is heel erg veel. Oh, en dan kan je alles wat je wil verkopen, kan je hier zijn mensen allemaal lekker aan het... Kijk. Aan het Minecraften. Nu is mijn inventory weer een beetje... Nee, ik kan het echt niet verkopen, hè? Weer een beetje mooi. Mooie crafting table neergezet en alles. Kijk, verkopen. Maar dit zou je ook gewoon verkopen, trouwens. Oké. Okay. Jongens, ik denk dat ik voor ons eventjes een mooie chestkamer ga maken van het hout wat ik heb. Nou, kom eens hierheen, Giel. Waar zijn jullie nou? Zijn jullie TP me dan. We zijn beneden. Doe maar naar TP. Ja, kom maar. Kom maar naar mij. Ja, we zijn hier! Ja, met z'n allen beneden onder de grond! Maar, zijn jullie nou hier een basis aan het maken nee, of zo? Nee, we hebben hier gewoon... Hier, kijk eens hier. Jij is wel allemaal verzadigd. Waar ben je? Oké. Weet je wat, ik doneer ook wel eventjes wat hier aan het Diamond Fonds zo, kijk. Oh, oké. Okay. Dat is ons allemaal, hè? Ja, ik heb ook diamonds erbij! Ik heb ook diamonds! Jij gooit... Oké. Ik heb van iemand trouwens 1.4k opeens gekregen. Nou, dankjewel, Creeper Diamond. Wow! Oh, ja. 1.4k? Jullie hoeven me echt geen geld te geven, hoor. Nee. Dat is, ik vind dat je het weer terug moet geven. Wat? Als je het terug moet geven. Ik weet niet eens hoe dat moet. Ja, dat moet met slash p spatie en dan de naam en dan spatie hoeveel. Zitten we nou op slash de diamond? Als je het terug moet geven. Slash p, zeg maar zo. Oké. Nou, ik geef het terug. Zitten we nou op de diamond level, Mick? Nu gaan natuurlijk allemaal mensen bij. Oh nee. Nou, geef maar geen geld, hou het zelf. Ik heb het terugbetaald. Oké. Nou ja, nu krijg ik 4000 euro van iemand. Ja, spijt me, Giel. Krijg je nou weer 4000? Oké, server, zet maar eventjes
Zeg maar eventjes dat uit voor... GG! 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 Wat zeur, wat? Eventjes uit dat mensen mee kunnen payen, server. Doe dat maar. Nee, geef me al mijn geld. Doe dat bij mij ook. Oh ja, ik wist dat het moest! Nog niet meer. Dat hadden ze uitgelegd. Oké. Giel, zullen we dan... je wil een samenhuis bouwen, wat wil je? Ja, zoiets. Maar waar zit dit in mine? Ik ben nu wel heel benieuwd. Als je nou slash set home doet en dan mine, dan kan je hier altijd minen. Dat is een hele goeie. Set home mine. Maar Giel, als ik echt heel rijk ben, dan wil ik wel mijn privacy. Dus misschien ga ik later wel mijn eigen huis bouwen, hè? Dan weet je dat. Dit is top. Ja, dat kan. Maar ik neem wel weer eventjes dit zo mee. Zo. Wat? Het is gewoon meer dat ik het even bij me wil houden, snap je? Waar neem je nou weer je diamonds mee? In een veilige kist doen hier zo. Wat doe je nou? Nee, dat waren mijn diamonds, niks aan de hand. Ik heb niet gestoond, maar je zei net al eens erbij leggen. Ik heb ook 8 diamonds erbij gedaan. Niet handig. Okay. Ik heb ook 8 diamonds erbij gedaan die ik zelf heb gebijt. Ja, je bent echt zo goed. Is het ook nog in ons gebied? Ja, maar ik vind die toch stom. Ja, dit is in ons geclaimde gebied. Oh, dat zou wel heel erg fijn zijn inderdaad. Tuurlijk. Nou, deze mine die mogen we wel een beetje makkelijker maken hoor. Oh, die doen. Kijk uit. Er komt een creeper aan, jongens. Ploep, au. Au, dat doet pijn. Dat heeft pijn. Oh, en we moeten ook voor de opdracht moeten we zombies slaan. Ik ga jou slaan. Oh, wacht. Je nee, ik ben geen zombie. De noob is geen zombie. Ja, nee. Hij lijkt er een beetje op. Noob is geen zombie. Nee, want de zombie is heel dom en die heeft kwel uit zijn mond. Dus dat is... Oh ja, dat is waar. Oké, nee, je bent geen zombie. TP gewoon naar mij, want dit werkt echt niet zo. Nee, maar je moet weten waar dit is. Ja, nee. Oké, wacht. Oké, is goed. Ja. Beetje geduld. Oké, dus we moeten hier zo omhoog. Hoe moet je omhoog? En dan moet ik hier nou... waarom hebben ze dan moet je weghakken. Geblokt? Ja, zodat er geen kijkers kunnen komen. Ik kan. Oh. Ja. Oké, nu wel dus. Ja. Ja. Oh nee, ze komen er eigenlijk in. Hoppakee. Oké, en dan zijn we dus hier en dat is... Zit erin! Jongens, ga eruit. Kom op. Dit is hier. Waar is ons huis dan? Oh, hier. Die is daar. Ja. Zit erin in onze grot! Ja, laat ze maar even lekker, Noobie. Oh, nee. Nou, weet je wat? Ik ben hier al bij ons huis. En ik wilde hier dus eigenlijk een soort van grote chestenruimte gaan maken. Maar echt een grote chestenruimte. Zodat we genoeg plek hebben om al onze spullen ook later op te slaan. Oké. We zouden uiteindelijk... Dat ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat aankomt. Dat je binnenkort dus je eigen winkel kan openen hier. In deze je eigen winkel? Oké. Daar kunnen we ons ook al een klein beetje op voorbereiden. Dat we alvast een mooi plekje daarvoor hebben. Misschien, ik weet al welke winkel ik ga beginnen. Dat is niet de hoogste prioriteit, maar... Mick, je gaat sowieso... Oh, ja. Je moet wel oppassen met mensen binnenlaten. Want ik weet dus niet of die kisten van ons onderin nog in de claim zitten. Nee, dadelijk pakken ze al onze spullen eruit. Oh, daar zaten jullie diamonds in, jongens. Ja, ik heb het al geregeld. Maar wel oppassen, wil ik zeggen. Ja, oppassen, Mick! Ja, hoe kan je dat weten dan? Of het in de claimzone zit? Ja, kan ik dat even zien? Dan moet je met een stokje klikken, dan kun je dat zien. Met een stokje. Een normaal stokje? Met een normaal stokje. Als je met een normaal stokje rechtermuisknop doet, dan kun je zien. Oh, geef mij eens een stokje, ik wil ook zien. Ik heb een stokje, voor je hier. Waar ben je? Oh, Vitorben. Oh ja, nee, ik hoef geen stokje. Het zit binnen de claim, alles is veilig. Oh, gelukkig maar. Oh ja. Oh ja, de blok is geclaimd op je lukken. Oké, maar dan doe ik hier. / set home. Huis. Ja. Kijk, en dan kunnen we even huis. Kijken, dan gaan we hier aan deze zijkant. Mick? Ja? Accepteer eens even voor mij. Oh, ja, is goed. Zo, hoppakee. Kan ik hier ook zo neerzetten? Oh, kan gewoon. Oh nee, ik ben naar de lobby gegaan. Ga weg. Even kijken, we gaan een deur maken. Jongens, ik ben naar de lobby gegaan. Naar de lobby gegaan? Ja, automatisch. Ja, dat is niet zo slim. Server, zet mij in de survival, want ik kan niet joinen. Want ik heb geen prio. Oh, kom hier, server, kom hierheen. Mick bedoel ik. Server. Moet je dan niet server? Ja, dankjewel. Server. Oké, misschien moet je even Giel TP, pro. Ja, ik zal even naar Giel toe gaan. Giel, kun jij hem accepteren? Kijk, dat is Vitorben. Hallo. / TP spatie Giel doen, volgens mij. Wij hebben geen OP, Giel. Oké, even kijken. Want dat zouden we niet hebben, zei jij. Pro speler, Giel. Zo, kijk, dat is handig. Nee, maar het is wel dankjewel. De zo. Meest slimste van allemaal het wel heeft gewoon om... Ja, ik heb het wel. Kijken, weet je. Ja. Ik ben de meest slimste. Dat is heel handig, ja. Jawel, dat zei dat had iemand gezegd tegen mij. Maar ik weet niet meer wie het was, dat ben ik vergeten. Oké. Nou, als even deze mensen allemaal weggaan, dan kan ik hier een deur neerzetten. Zo. Ga ik dit even hier. Aan de kant.
Had ik al, dank u. Oké, dan zetten we hier een maar deur Maar mensen kunnen nog steeds in vliegen. Nee, Mick, dit was het, dit was het idee om hier zeg maar een dierenhok te maken voor de oh, dieren. Een dierenhok en een huis? Ja, dit was eigenlijk een boerderij. Ik vind het zeg maar, met de dicht wel mooier. Oh, hoor. Dit was een boerderij, oké. Okay. Ja. Nee, nou, nee, okay. Wat wilde je maken? Want misschien is het wel een heel goed idee. Gewoon een vloer. Ja, wat jij wil. Als ja, jij wilt, mensen kunnen er niet meer in. We kunnen hier wel gewoon allemaal zoveel slaapkamer bouwen, dat is wel leuk. Nee, oké, okay, we bouwen wel een ander huis dan. Billy! Oh, nee. Billy eruit! Billy! Eruit! Eruit! Server, TP even alle mensen hier eruit. TP's eruit. Billy eruit! TP's eruit, server, doe het. Dank je. Ja, Billy is al weggegaan. Oh, goed zo. Nou, ik denk niet vrijwillig. Jawel, hij ging vrijwillig eruit. Oh, wie wil er mijn hoofd? Ja. Ik wil er even, server, ik wil er even kist plaatsen, maar lukt niet, server. Ik wil... Hier staan. Hallo, server! Ja, heel lief van de bloentjes. Tegen wie praten we eigenlijk? Server! Tegen server. Server! Oh, okay. Server! Server! Mr. Beast ook altijd zo cool, weet je Ik kan mijn hoofd uitdelen, jongens. Zo, en dan... zo, kijk, ja! Ik heb het kunnen plaatsen. Wat goed, dankjewel, server. Oh, dit is server. Kijk, daar staat hij. Ding dong! Jij mag niet dit is binnen! Server. Hallo, server. Nee, server. Je mag niet binnen. En we hebben hier nog een hele... Oh, dan ga ik weer... Cell GY. Ploep. En dan ploep, ploep, ploep. Hoeveel krijg je voor? Mag jij ook een nieuw speler ik krijg zoveel centjes hiervan. Moet je wel opdoen. Doe ze okay, in de Oké, Giel, wat is het plan? Ik denk dat we hier van dit huis... dat we daar even iets moois van moeten maken. Want ik ben het met je eens. Dit ziet er echt maar niet uit. Maar dit is een boerderij, zeggen we net. Ja, dat klopt. Maar... Zal ik heb wat hout gaan hakken? Of hebben jullie al heel veel hout? We kunnen ook... in Nee, de we hebben niet zoveel hout. Nee, hè? Even kijken. Ik ga gewoon in de shop wat kopen, denk ik, hoor. Shop. Oh, we kunnen natuurlijk ook gewoon kopen. Hout. Blokken, en dan voor de pagina. En dan zo. En dan 64. En dan wil hout. Ik meer. En dan wil ik denk ik 3 stacks. Zo. Hoppa. Kijk. Zo. Ik heb ook gewoon een stack hout gekocht. Wat ben je aan het doen, Noob? Wat is er nou aan de hand? Kijk dan! Wat is er aan de hand? Iedereen heeft een noobspeler hoofd. Wat is dit nou weer? Kijk dan! Ze hebben al een noobspeler masker. Oh jeetje. Ik wil, ik weet niet of ik nog op deze server wil zijn nu. Nou, Bik. Het is een feestelijke openingsdag. Ja, maar ik zie allemaal noobs opeens. Ja, dat snap ik. Ik word er een beetje bang van. Ja, dat is waar, dat is waar. Zit de Klaas ook een noobspeler hoofd op? Kom, even kijken. Ik ga eens hier een crafting... Hoe kom je aan dat hoofd? Dan moet je slash het doen in het Engels. Giel? En dan... Mag ik hier een crafting table ook neerzetten? Dat is wel handig, toch? Ja, sowieso. Zal ik hier even wat hekjes maken, zo? Jij ook een noobspeler hoofd? Ja, dat is goed. Sinterklaas heeft een noobspeler. Sinterklaas. Oh ja, ik hoorde al dat Sinterklaas op de server zat. Ja, sowieso. Jij ook een noobspeler Dit doet hij dus... Alleen normaal krijg ik wel wat meer cadeautjes van hem. Ja, maar dit doet Sinterklaas dus buiten het Sinterklaasseizoen. Ja. Gewoon met je computer in Spanje. Ja. Jij ook hier. Kijk. Zelfs Sinterklaas speelt op de server. Zelfs Sinterklaas. Zelfs Sinterklaas. Dat is echt ziek. Even kijken. Echt zo, waar, kan ik dan ook mijn eigen hoofd maken? Ja, dan moet je het doen. Oh het ja, dat kunnen alleen OP's weer. En jij hebt dat weer gekregen op een of andere rare manier. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb het ook niet. Heb je het ook niet? Ja, misschien wel. Doe spelerhoofden. Oh, ja. Kijk, en dan gaan we zo ploep en dan 1, 2. Zo, kijk. Dit is toch top. Ik heb een vette ding gemaakt. Oh, wacht. Dit is nog mooier, denk ik. Toch, Mick? Is het mooi zo? Wat? Zo doen. Ik wil hier uiteindelijk een soort van afdakje en balkon in één maken voor de volgende verdieping. Ja, ik vind het prachtig, Giel. Jij kan altijd zo goed bouwen. Ik wil eigenlijk een mikhoofd. Dat weet ik ook niet, hoor. Oh, dan kan ik Giel gaan prenken als ik een mikhoofd heb. Ik kan eventjes dit zo weghakken en dan kan ik deze ook doen. Mik? Ja? Zo. Ik tip even naar je. Ja, doe dat. Zo. Ik krijg echt gekke errors, jongens. Ik dacht dat je... Oké, roep maar jij. Wat is er dan? Een hekje maak je toch door allemaal sticks te plaatsen, zo? Nee, anders dan klik je eventjes op dat groene boekje. En dan typ je in fans. Dan kun je het recept vinden. Ah! Groene boekje? Server, help! Mensen zijn vervelend, server. Server, help alsjeblieft, server. Welk groene boekje? Weet je wat? Ik doe gewoon net wat ik weg ben. Ik doe net wat ik weg ben. Ik ben op dit moment dus dit... klaar. Dat groene boekje wil je maar. Ik snap er even helemaal niks meer van. Oh. Ja, mensen, als jullie ook gek worden van al die mensen, je kan op Skyblock kan je gewoon mensen uitzetten. Ja, dat is... Oh, ja. Oké, dan mensen uitzetten dat ze niet meer langskomen.
Ja. Wow! GG's in de chat, bro! GG! Oh, GG! GG! Ik heb het al. GG! GG! Nee! Mick, wil jou op mijn hoofd? Zo, hoppakee, ga je allemaal opsluiten. Ik moet een fulltime kicker inhuren, denk ik. Nee, ik wil niet op mijn hoofd. Kijk eens, Mick. Niet zo voldoende, maar iemand die mensen van mijn huis afkeert. Kan ik? Kan ik even... Hebt iemand wat schapenwol? Ik heb schapenwol! Ik heb het voor jou! Ik heb het! Ik heb schapen geknipt. Top. Kijk eens. Schapen. Oh, jeetje. Schapen, wordt het genakt van mij? Het is genakt. Oh, ik heb nog meer schapenwol! Oké. Okay. Ja, maar dan moet je eigenlijk... Oké. Oh, wacht! We doen traden! We doen traden, Mick! Ja, dat kan ook al. Moet je shift en dan rechterbuisknop. Allebei. Oh ja, dat is vet. Ja, dat is echt leuk. Waarom lukt het niet? Ik heb geen toestemming om te ruilen. Oh, hoezo heb jij geen toestemming om te ruilen? Ja, weet ik ook niet. Server, regel het, server. Server. Even kijken. Ik moet wel met Mick kunnen ruilen. Ja, ik kan natuurlijk ook gewoon via de chat waarschijnlijk, of via de winkel kan. Of server, geef Mick even anders OP, dat hij dat allemaal kan. Server. Server. En pro ook, server. Oh ja, nu kan ik ben al OP. Oké, nu kunnen we ruilen. Wat wil jij doen? Wol, hè? Ja, ik wil wol. Dit is toch mooi. Dit wordt echt prachtig. Ik wil doen! Hey, Giel. Ik heb... Ja, dat ben ik. Kijk eens. Ik ben al fully enchanted. Zo. Dat kan jij ook doen als je wil. Wat? Hoe dan? Ik heb een enchanting table gemaakt. Ja. Kijk eens aan. Ja. Oh, wat vet. Ik moet eigenlijk ook een bed maken. Je bent echt goed bezig, bro. Weet je dat? Ik doe mijn best. Zo, man. Dit is geweldig. Top. Kijk eens aan. Boom. Dan kan je eroverheen springen. Ik heb een vet idee. Want dit huis, ik heb jullie net al gezegd, dat ziet er echt niet uit. Ik weet het, mensen, ik weet het, oké? Okay? Echt een lelijk huis. Wat we even gaan doen is, we gaan... Opa. Kijk, nu moeten we alleen dieren hier krijgen. Zo, trappetjes maken, die hebben we nodig. Giel, kunnen we ook spawn eggs kopen? Oeh, dat vind ik... Ik heb er toen net wel mensen mee zien lopen, dus ik weet niet of dat ze aankomen. Misschien uit een kreet of zo, dat kan ook, maar... Ja, ik denk het wel. Je kan wel spawners kopen, dat sowieso. Je kan sowieso spawners kopen. Zo, heb je al het veilingshuis gezien, Giel? Veilingshuis? Ja, als je in de muur kijkt. Je kan diamonds kopen voor 50.000. Oh jeetje, inderdaad. Zo. Mick, doe nou eens jouw hoofd. Jeetje, dat is wel heel erg. Ik wil ook jouw hoofd hebben. Even serieus. Oh. Ja, maar dan krijg je wel 30 diamonds, denk ik. Ik denk dat je allemaal krijgt. Ja, dat klopt. Hier, jij krijgt mijn hoofd. Ja, ik wil jouw hoofd. Oh, daar ben jij niet. Ik dacht dat jij dat was. Omdat die diamonds zo zeldzaam zijn. Ja. Dan doen we... Druk je Mick hoofd op. Ja, ik ben Mick! Ik ben Noob! Ik ben de Mick! Oh jeetje, dit is al bijna geen survivor meer. Ik ben gewoon met Noob een beetje aan het... Oh jee. Zo, even kijken, hoe moet dit? Ik ben Mick. Hallo jongens! Hallo, ik ben Mick! En dan gaan we deze hier zo bij pakken. Hey jongens, als jullie slash vliegtijd doen, dan kunnen jullie gewoon in het huis vliegen. Ja, dan kan je... Je geeft ze alleen maar meer... Geef die mensen tips om binnen te komen! Ja, dat is niet handig! Dat is niet grappig! Nee, je geeft ze alleen maar ammunitie! Ik vond het wel grappig. Even kijken, wat ziet er nice uit? Moet even die schaam... Die fout maakte die zelf ook al eerder. Hallo! Zo. En dan zo. Even kijken, als we iets van seeds krijgen, dan kunnen we die schaapjes naar binnen lokken, nu. Oh ja! Ik wil ook schapen lokken! Waar gaan we naartoe? Zo, en zo. Mooi. Dat moet je wel even goed doen. Ja, ik heb niet. Oké, kom schaapje. Ik weet kom. Niet wat ik hiervan moet vinden. Bro, wat vind jij ervan? Noob, wil jij de deur openhaken? Oh ja, ga maar openhaken. Ik vind het. Ik probeer echt een mooi raam te maken. Noob, hak dit. Wacht. Wat? Wat moet ik doen? Ja, dit moet even open. Kijk, nu kan je erin. Ja, ik snap het niet. Of niet? Kan je er niet in? Kom op, Milan. Welkom. Ja, het gaat bij mij iets slomer volgens mij. Ja, ik heb hem ook helemaal niet goed gedaan. Oké, kom maar. Nee, maar dit was een raam, hè. Oh, nee, schaap moet er ook nog erin. Jongens! Ja, nee, we zijn schaapdieren aan het fixen. Ja! Ja, maar niet door mijn raam. Ik ben niet door mijn raam. Je hebt hier gewoon een deur, Mick. Ja, maar daar staat er allemaal spelers. Ja! Nee, daar staat niemand. Oh. Wilt er iemand nog een noobspeler over? Oh, jullie zien mij ook niet trouwens. Sorry, ik ben gevanished. Dat is een beetje het probleem. Kijk, weet je wat? Ik ga het gewoon op deze manier. Oké, kunnen we nog een schaap vinden? Dat zou echt top zijn. Zo, ja, we moeten nog een schaap! Ik doe de schapenrokloop. Ja, doe jij de schapen... Okay. Jongens, ik moet nu eventjes wat fences hebben. Fancy? Oh, fancy. Ik heb heel veel fancy. Even kijken. Craft, let's go. En dan gaan we even... Wow, wat? Ik ga even een hele hoop hout halen, jongens. Waar ben je, Giel? Ik ben nu... ergens.
Waar ben jij, Giel? Ik ben bij het huis, maar ik ben even vanished, dan kan niemand mij zien. Oké. Okay. Ja. Maar er is ook helemaal niemand hier, dus je kan gewoon normaal zijn, hoor. Oh, chill. Twee. Hoppa, let's go! Hier, Giel. Let's go. Kijk eens. En dan gaan we nu. Zo. Yeah. Oeh, had hij nice. Toch nodig? Heel nice. Heel nice. Ja, zei, okay, ik heb fences nodig. Ik had fences. Hier zo neerzetten. Kijk, ja, Mick, dit is helemaal top. Ja. 1, 2, 3. Oké, okay, dus dan moeten we daar... ik 1, wil een 2, schaap. 3. Bro, help me. Zo, dus we weer bro. Een hebben. Ik ga heel veel hout halen, hier, hier, bro. Nee, hebben we al gekocht al. Oh. Oh, nee. Okay. Oh, nee. Nee. Ja, bro, als je wel hout nodig hebt. We willen veel liever koeien hebben, Mick. Ik heb al een koe gezien! Die liep daar net. Ja, ik ga wel even met vliegtijd ja, gewoon koeien moet verzamelen. Ik moet een hoop dieren hier hebben, anders is het een boerderij. Hallo, V-Torben, wat kom jij hier toe? Oh, hier is ook een koe. Ik heb een nametag gekregen van V-Torben. Waar is V-Torben? Wat een lieve actie. Ik heb hier ook een koe. Ja, maar ik wil een schaap. Torben, kom hier! Ik wil gewoon een schaap vinden. Dit zo, en dit zo, ik moet ook mijn hoofd aan Torben geven. Waar is Torben? Oh, daarboven. Torben, je vliegtijd gaat op. Ja, Torben, kijk uit. Dan stoppen ze shoppen. Niet bij koeien killen. Je kan als YouTuber kan je gewoon vliegen, wist je dat? Oh, ik heb een schaap gevonden. Kijken, we kunnen hier... Wat kunnen we ik nou heb nog iets voor je, Torben. Kom hier, kom bij, hier. Dat is iemand zeker is. Kom hier. 1, 2, 3. Noobie, auw! Oh, ik ben echt een noob-actie. Kom hier, kom hier. Ik denk dat ik een groot raam ga maken in het midden. 1, 2, 3 en dan... Domme! Ik denk dat dit best een goed idee is. Zo, kijk. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Ik heb Domme! Jullie zijn toch niet allemaal dingen aan het slopen of zo, hè? Hallo, Ilias! Giel! Jij mag ook een hoofd. Ja, jij wel. Ja, ik heb allemaal dieren. Oké, allemaal dieren? Kom hier. Ja, we moeten toch, in de farm moeten toch dieren zijn? Oh ja, ja, dat klopt. Sorry, ik zit zo erg met mijn hoofd in de raamconstructie te denken. Yay! Even kijken. Ik denk dat het mooi is. Giel, kan je even iets overslaan hier? Nee, iemand kilt hem. Iemand kilt het schaap? Nee! Nee, niet het schaap killen! Niet het schaap killen, kom. Neem hem mee naar binnen, Duw hem. Duw hem, schaap lopen! Oké, okay, en dan... Hoppa, kijk, kom. Helemaal top. Kom, schaapie. Oh, wow, oh, zijn er zoveel noobs hier? Wat is dit? Ja, iedereen heeft een noob hoofd. Ga weg! Kom, schaapie! Kom, okay, schaap, lopen! Moeten we... Zo, hoppa, we hebben twee schapen! Schapblokje blazen, ploep, hoppa. We hebben twee schapies. Kijk, en nu hebben we dus... Oh, mensen kunnen wel gewoon naar binnen door deze ramen. Nou ja, dat doen ze dan maar lekker. Waarom staat dit ducht? Omdat hey, niet de koe killen, ga eens weg, joh. Wat vinden jullie ervan, jongens? Je kan, volgens mij kunnen ze de koe niet killen in het gebied, hoor. Nee, ook niet, want anders dan is hij zo wel weg, hoor. Jongens, ik heb een heel mooi idee voor de ramen. Zo, kijk eens aan. Zo, noem het dit. Kijk eens. Zo, en dan zo. Hoppa, dan zo, ik ga nu zo, dit doen. Zo. Boom, boom. Kijk eens aan. Bloep. Mick, waarom heb je niet gewoon een deurtje zo gemaakt? Hoppa, weet ik veel. Ja, top. Dit is toch zo voor het zo doen proosten altijd met zo'n carpet. Nee. Ah, waarom staan mensen in de weg? Zo, kijk, hoppa. Dit is top. Giel is echt aan het struggelen volgens mij. Nee. Ja, met die mensen allemaal. Ze staan een beetje in de weg. Ja. Maar niet uit. Het is wel leuk dat ze er zijn. Veel te veel mensen. Kijk, ja, eigenlijk veel te veel mensen, ja. Hadden we maar minder spelers! Nee, niet zeggen. Okay. We moeten wel blijven. Oh ja, je moet wel blijven. Kijk, is dit een beetje... Voelt dit iets toe, die ramen die ik hier aan het fabriceren? Nee! Super lelijk. Lijkt een beetje op een museum. Ja, dat is de bedoeling. Het is een museumraam. Deze heb ik ook ooit in een museum gezien. Kom, koe! Kom, koe! Oh jee. De schaap maar misschien luistert hij naar Giel. Kom, Giel. Oh, dit is inderdaad vlak. Hey, heel mooi of Giel. Zo. Wat noem je mij nou een koe? Nee, maar ik noem de koe Giel. Anders ga je gewoon mijn huis uit, hè? Oh, is dit nu opeens? Ik dacht dat het ons huis was. Nee, dit is ons huis, is goed. En dit is een boerderij. Je moet geen koe meer noemen, Mick. Nou, je noemt een boerderij een huis. Dus ik weet niet of je een koe bent. Wacht, laat me eerst even kijken. Koe is een koe! Jeetje, die koe die kan er echt niks van. Ik doe hem. Weet je, ik ga wel... Mick, hou dat ding vast, Het is 200.000 jongens, we moeten echt geld verdienen. Okay. We moeten geld verdienen. Ik doe even... Ja, maar iedereen gaat in de deur staan, dan kan hij er niet doorheen. Ja, dat is helemaal. Even kijken, ik ga eventjes wat hout voor jullie droppen hier zo, in deze chest. Zo, kijk, ploep. En dan kunnen jullie dat gebruiken als je wil. En dan ga ik eventjes wat geld verdienen. Oh jeetje, ik heb die tractor... Ja, hij is binnen. Nee. Kijk eens aan, ik heb ook weer een mooie trapje gemaakt. Ik schat dat ook eventjes als hout.
Dan moet ik eventjes mijn tractor neerzetten. En oh jongens, daar gaan we zoveel geld mee verdienen. Ja, Oh. Ik wil eventjes 200.000 hebben, dan kunnen we even een... of even, ja, dat gaat natuurlijk wel even... Nou kan iedereen hier naar binnen! Kijk, kom op. Nee, ja, okay, ik sta helemaal fout, jongens! Dan gaan we nu dit oogsten. Waar is klus spelen? Fout. Waar is de klus? Ja, waar is klus is nodig? Ja, waar is klus eigenlijk? Oh, ik zweer het je, Billy Kid, ik kick je, jongen. Goed zo. Zo, kijk eens aan. Stond hij er wel de weg, man? Ah, hij stond in de weg. Hij stond in de weg! Sommige mensen doen het er ook wel echt om. Sommige kijk, mensen die doen het Sinterklaas staat ook een beetje in de weg. Kijk eens, wij hebben al gewoon schapen en koeien. Het is toch top? Deze kant op. Schapen en koeien. Ja, we hebben al schapen en koeien. Schapen en koeien. En mensen hebben al een mooi duchthoofd. Of een een duchthoofd. Jeetje, die tractor is gaaf. Ja, dat vind ik vet, ook gaaf. Ja, die is echt vet. Die vind ik ook heel vet. Wee. Die tractor echt super gaaf. Woehoehoe, Sabine, hallo! Woe. Let's go! Oh, ik leg hem helemaal kapot hier. Jeetje, ik leg echt super hard! Woe! Bij mij niet, bij mij gaat hij wel goed. Oh nee. Ja? Nee. Oh jee. Nee, hij gaat niet goed, hij rijdt helemaal verkeerd, Kiel. Maar ja, dat weet ik, maar het komt omdat hier, ik moet een vlak stuk hebben, oké? En er zijn nu ook heel veel mensen. Dus zo. Dat hij heeft wel een lelijke kleur, dat ding van jou. Nou, kom op. Dit is het enige paarse wat ik heb, Mick. Wees even blij dat ik nog niet het hele huis heb paars gemaakt. Dat is wel waar, maar je had toch geen paarse blokken, denk ik. Ik denk dat het daar dat komt. Dus een mooie hoofd heb jij. Ik heb namelijk een heleboel spullen hier in de motor. Ik ga ook even iets cools pakken, Giel. Ga je pakken? Ik ga ook even iets cools pakken. Oh, oké. Okay. Oh, jij gaat zeker je auto pakken. Oh, nee. Waarom spoiler het nou? No, heb je... Wow! Oh! Ik wil de auto. Mag ik erbij? Ik wil erbij. Oh, nee. Dat kan niet. Een gele auto. Ja, jongens. Als je er ook zulke coole dingen wil, dan moet je snel play per cursus, jongens. Ik heb dirt aan mijn auto geplakt. Waarom heb je nou weer dirt aan mijn auto geplakt? Ja, sorry. Oh, jee. Hoppa, we hebben weer geld. Dat was niet te bedoelen. Hey, doei, jongens. Doei. Wat gaat hij nou doen? Ik wil ook een auto. Hij gaat rijden. Broem, broem. Ja, maar jij hebt nog geen rijbewijs. Jij hebt nog geen rijbewijs, Noob. Ik hoop dat ik die zaadjes niet kan verkopen. Kijken. Zo, opa, ik ga mijn auto hier mooi parkeren. Zo. Waar ga je nog een auto in? Ik een Lambo man. Oh, ik kan mijn auto niet parkeren. Dan gaat hij automatisch in mijn inventory. Ik kan niet meer. Ja, inventory. Oh nee. Oké, okay, we hebben nu. Jongens, Yippie! Ik heb nu eventjes jullie hulp nodig. Kom op. Ja. We gaan even dit huis een heel stuk mooier maken. Yep. Okay, nou, vertel, wat wil je hebben? Nou, wat ik ga doen. Ik ga hier even kijken. 1, 2, 3 en dan 4. Hier moeten eigenlijk gewoon van die palen komen, net als dat hier zit. 1, 2, 3 en 4. Kijk, dus dan hebben we nu dit. En dan moet hier eigenlijk zo'n paal komen, net als dat het aan die kant zit. Snap je? Het is niet moeilijk. Jij kan ik ben vertrouwd, jongens! Jij kan mooi bouwen, Giel. Ik kan wel kijken hoe jij dat doet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan jij zo goed tellen, Noob? Jullie kunnen echt heel goed Ik kan heel goed tellen, maar ik ben verdwaald! 2, 3, 4. Even kijken. 5. Jongens, als je nog niet geabonneerd bent, doet dat ook zeker. En als je nog niet wilt joinen, ik denk dat het nu wel. Kijk, het wordt natuurlijk steeds later. Dus de kans dat je kan joinen wordt steeds hoger. Dus join even, want dit is misschien wel... Kijk, er zaten 420 spelers of zo erop. Nu 293. Dus dat betekent dat de spelersaantal wel daalt. Omdat het natuurlijk ook later op de dag wordt. Dus join even snel. Dat is altijd wel fijn. Even iets kijken. Even iets doen. Zo. Waar kan ik dat nou vinden? Oh ja, hier. Ja, we hebben gewoon 417 mensen waar op de server tegelijk, hè? Hoe vet is dat? 417 mensen. Even kijken. Abonneer nog even allemaal gauw. Zeg ook even, weet je, KD Jans, dankjewel voor het abonneren. Sassy, dankjewel voor het abonneren. Hey, en trouwens, zeg even je naam in de chat. Dan noem ik hem even één keer op. En zeg even je naam in de chat. Wel benieuwd trouwens hoeveel abonnees we erbij hebben gekregen vandaag. Ik heb wel lekker muziek op vandaag, hè? Die muziek is wel lekker, vind ik. Weten jullie niet? Ik vind lekkere muziek.
Ik vind het heerlijke muziek. Cyril, Janko, Hidde, Lena, Jason, Liam, Amy, Daan, Robin, Milan, Milou, meneer David D, Lot, Karin, Brian, Tobias, Simon, Kelvin, Tigo, Veron, Lola, Lars, Wendy, Mare, Kevin, Veen, Sturm, Milo, Lisanne, Tim, Victor, Gwen, oh nee, het gaat te snel, Seb, Jason, Elisa, Sienne, Janko, Samantha, Lola, Gwen, ja, ik denk dat ik heb wel iedereen opgenoemd die ik dacht dat ik kon opnoemen. Jongens, ik vind het goed. Ik ga nog wel even lekker op de Kleurstad server spelen. Maar ik wil jullie allemaal doorverwijzen naar een andere livestream. Namelijk, Kiel die blijft gewoon nog live volgens mij. En Noobie is ook live. En weet je, ik gun het de Noobie wel even. Ik verwijs jullie gewoon even allemaal lekker door naar de stream van de Noobspeler. Even kijken. Hoe doe ik dat ook alweer? Als ik dan de stream afsluit, dan komen jullie automatisch bij de Noobse stream. Dus dat is wel grappig. Even kijken hoor. En dan, ik ga gewoon nog lekker mee survivalen met hun. Alleen ik stop dan met streamen. Maar hey, Giel is nog live en Noobie is nog live. Dus dan kunnen jullie daar even naartoe. Even kijken, dat kan ik hier doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze stream. Ik vond het echt heel erg leuk dat jullie er allemaal waren. Doorstuurrechten zijn verhijs. Vraag Noobspeler om je toe te voegen aan de live direct lijst in de community instellingen van het kanaal. Gewoon allemaal ertussen. Hey Noobie. Oh, makkelijk. Ja? Ik wil mijn kijkers door jou sturen. Want ik ga de stream stoppen. Maar jij moet eventjes iets instellen, want ik kan het anders niet. Oké, hoe doe ik dat? Ja, dan moet je naar je YouTube-kanaal gaan. Ja? En op je... Maar ik bel je wel even al, dus dan kan Giel even normaal... Ja. Plop, 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 plop. Even kijken. Oké. Ik bel je wel even. Zo. Nou ja, dan bouw ik wel even verder, jongens. Ja. Zo, moet Noobie weer even helpen, hoor. Wow, Noobie helpen! Ja, je moet dus... Even kijken. Ik wil dat dus doen, maar dan zegt hij... vraag Noobspeler om je toe te voegen aan de live redirect lijst in de community instellingen van het kanaal. Dus dan moet je naar je kanaal gaan. Ja. En dan linksonder staat instellingen. Ja. En dan staat community. Ja? Nee, ik zie het niet. Oh, heb je op instellingen gedrukt? Ja, bij mijn YouTube-kanaal. Ja. Ja, oh, op je dashboard. Oh, ja. En dan staat de community. Onder... Ja? Ja. En dan als je helemaal naar beneden scrolt, dan staat de specifieke kanalen die mogen doorsturen naar mijn content. Ja? Ja? Nou, dan kan als je die daar even bij toevoegt. Ja. Mik 2. Kijk eens aan. Wow. Ik kan het wel. Ja, ik moet gewoon goed luisteren. Ja, dat is wel waar. Is het gelukt? Ja, volgens mij wel! Oké, wacht. Als ik dan nu dit doe. Zo. Cool. Ik hoop dat het gelijk werkt. Ik ben heel benieuwd. Hoho! Even kijken. Ja, nu kan het hoor. Wow! Nou, Noobie, dan komen de kijkers naar jou toe. Of jullie daar even naar het kanaal van de Noobspeler.